is dat de meeste mensen die ik verwacht hier ook aanwezig zijn. We hebben een afmelding van Bert van Beek, Jelmer van der Veen, die zit op zijn plekje vanavond. En bij het CDA is José Schreur afwezig en daarvoor hebben we Peter Gelling weer in ons midden. Welkom. Merlijn Wiersema komt later, ja. Over 20 minuten of zo heeft hij gezegd. Nou, we wachten het af. Daarmee hebben we de opening gehad. Volgens mij zijn er verder geen mededelingen. Ik kom bij het vaststellen van de agenda. Kan iedereen zich vinden in de agenda zoals die voor ligt? We hebben 2 inhoudelijke agendapunten. Die staan opinierend op de agenda. Dan kom ik bij het vaststellen van het verslag van 8 april. Het zijn 4 pagina's. Is er iemand die daar een opmerking op heeft? Textueel of inhoudelijk? Nee? Dan wil ik de notulist bedanken voor het maken van het verslag. Dan is hij hierbij vastgesteld. Dan komen we bij agenda punt 6. Integraal veiligheidsbeleid 2020-2024. Ik heb niet overlegd, maar ik denk dat de portefeuillehouder even een inleidend woordje wil houden. Ja, graag. Dank u wel, voorzitter. Wat u voor u hebt liggen is het resultaat van diverse overleg met een groot aantal partijen. Partijen die zich ook gepresenteerd hebben, althans voor een deel in deze raad. En die daar, dat was althans onze opzet, u hebben duidelijk gemaakt wat het woord integraal eigenlijk betekent. Want dat is natuurlijk het jeukwoord van 2016, 17, 18 en waarschijnlijk ook van 2019. Maar dat neemt niet weg dat het idee erachter wel buitengewoon relevant is. Kijkend naar de veiligheidsincidenten die wij in deze gemeente kennen, valt op dat de klassieke veiligheid eigenlijk zeker niet de hoofdmaat is. Het aantal berovingen valt enorm mee. Het aantal inbraken is onder controle. Het aantal levensbedreigende misdrijven is door de jaren heen op één hand te tellen, denk ik zo. Maar de veiligheidsissues zijn van een andere aard en hangen heel erg vaak samen met ofwel een zorgvraag ofwel een sociaal-economisch vraagstuk. En daarmee hebben wij gemeend als gemeente dat wil je echt veiligheidsbeleid opzetten wat kan helpen, dan moet je eigenlijk de zorgpartijen daarbij betrekken. Wat we geprobeerd hebben te laten zien in de vorige raadscommissie waar zij zich gepresenteerd hebben, is waar die raakvlakken precies zitten en waar die samenwerking uit zou kunnen bestaan. Wat ons erg goed heeft gedaan is dat we aanvankelijk wat moeizaam begonnen. En wij is in dit geval vooral Danielle Rekswinkel die naast mij zit en ikzelf. Omdat partijen toen we ze de eerste keer uitnodigden eigenlijk een beetje ons aan, nou niet aankeken, maar naar de mail zaten te kijken. Wat moeten we daar eigenlijk mee? Maak eerst maar eens een plan en dan gaan wij wel zeggen wat we ervan vinden. Nou, dat is niet de opzet van dit voorstel geweest. De opzet is nou juist geweest. De gemeente doet zijn ding, maar jullie moeten je eigen ding doen. En integraal betekent dat we zorgen dat dat op elkaar aansluit. Dat we van elkaar weten wie wanneer in die keten van activiteiten aan de beurt is. En hoe we de informatieoverdracht doen en wat iets meer zijn. Dus dit is niet, wij verzinnen het hier op dit gemeentehuis en vertellen aan jullie hoe wij denken dat het moet. Nee, we willen van meet af aan rond de tafel zitten. Nou, de eerste keer zaten er, kijk even naast me, 4, 5 ja, partijen. En de tweede keer was deze zaal te klein. En ze wilden allemaal met jullie praten, wat niet kon. Dus zeg maar, de reis is de bestemming een beetje geweest. Door dit zo op te zetten, hebben we al een andere werkwijze losgemaakt.
Wat jullie hier voor zien liggen is het resultante van de zeer diverse gesprekken die we hebben gevoerd met allerlei zorgpartijen die opgesomd staan in dit stuk. De prioritering is nadrukkelijk gedeeld. Dus komt echt voort uit wat vinden de woningbouwcorporaties belangrijk, wat vinden de zorgpartijen, wat vindt de GGZ belangrijk. Daar komt die prioritering vandaan. We willen heel graag weten aan de hand van de vragen zoals geformuleerd in dit stuk wat u ons mee wil geven en hoe u dit inschat. Maar winstwaarschuwing vooraf, wij zullen daarna weer teruggaan naar de partijen. En het kan zijn dat die zeggen, ja en toch staan wij in sommige opzichten toch net wat anders in. Dus het kan ook nog veranderen ten opzichte van wat wij hier aan u voorstellen en wat u ons meegeeft. Dat zou niet heel groots en meeslepend moeten zijn, want dan hebben wij ons werk niet goed gedaan. Ik hoop dat de opzet is zoals u aangeeft dat te willen. En ik stel voor dat we ook aan de hand van hoofdstuk 3 de discussie doen. Ja, dank u wel. Dat is duidelijk. Naar de hand van hoofdstuk 3 de discussie doen, die hebben we allemaal voor ons, neem ik aan. Wie wenst hierover het woord te voeren? Alle fracties, ja. Maar ik schrijf toch de namen even op. CDA niet? Nee. Idema. En wie? Ja, goed. Meneer Mellies, aan u het woord. Ja, dat dacht ik al. Ik denk, laten we dat eens proberen. Dankjewel, voorzitter. Ja, het integrale veiligheidsbeleid. Onze burgemeester die had het al over een jeugdwoord, integraal, wordt er pas en te onpas gebruikt. Zelf vind ik de term integraal in dit stuk eigenlijk niet zo goed gevonden, want veiligheid is toch meer dan alleen openbare orde en veiligheid. Het behelst ook de brandweer, het milieu en de zorg. Verkeer en vervoer, wat we straks nog gaan bespreken, dat allemaal met veiligheid te maken. Dus dat is tezamen. In één beleidsstuk zou gooien, dan zeg ik ja, dan heb je het over een integraal veiligheidsbeleid. Niet te vergeten, we hebben natuurlijk ook al afzonderlijke beleidsplannen op het veiligheidsregio gebeuren. Een apart beleidsplan straks verkeer en vervoer. Dus misschien hadden we dit stuk beter beleidsplan openbare orde en veiligheid kunnen noemen. Dan had het mooi gepast, denk ik, bij de overige beleidsstukken. Maar goed, dat is even een opmerking van mijn kant. In algemene zin ben ik blij met de prioriteringen zoals die hier voor liggen. U zegt het zelf al, al die prioriteiten zijn opgehaald bij de diverse ketenpartners. Die hebben aangegeven wat zij prioriteit vinden. Ik zelf denk natuurlijk dat de politie heel goed weet waar ze mee bezig is. En dat ze zelf ook wel weet aan de hand van de waan van de dag waar ze extra op in moeten zetten of waar niet. Ik vind ook dat we daar de politie ook gewoon alle ruimte voor moeten geven. Zelf hebben we natuurlijk ook jaarlijks de bijeenkomsten waar wij onze eigen prioriteiten dan aan kunnen geven. Dat blijkt dan wel dat vaak de verschillen met voorgaande jaren vaak incidentele dingen bevat. Het is weinig structureel. De ene keer heb je een jaartje, dan wordt er wat meer inbraken gepleegd. Blijkt het jaar erop weer niet zo te zijn, dan is het misschien de jeugd wat meer problemen oplevert. Over het algemeen doen we het hier goed, tenminste als ik de rapportages zo jaarlijks bekijk. Niks op aan te merken, ik zou zeggen, ga zo door. We kunnen ons in die zin vinden met alle drie, zowel de prioriteiten, de doelstelling als de afspraken die daarmee gemaakt zijn. Wat we graag willen weten is. Normaal gesproken, elk jaar hebben wij dus de bijeenkomst met de politie, waar zij dus de rapportage doen van de afgelopen periode. Is het nou de bedoeling dat we straks dan dat krijgen? En daarnaast ook nog eens keer een uitleg van de ambtenaren hier in het huis, hoe deze afspraken die we nu gaan vaststellen straks of binnenkort, hoe die dan ook verlopen zijn in het jaar. Dus en, of is het alleen de politie die straks een verslag doet van per jaar over deze prioriteiten. Hier wil ik het wel belaten trouwens.
voorzitter. Ja. Dank u wel. Meneer Pals, D66. Oh, het rijdt je van onderaf, hè? Ja, mooi stuk. En ook helder verwoord in prioriteiten. Ik denk dat dat heel belangrijk is, de uitkomst van de samenkomsten die u, zoals u schets, hier heeft gehad. Want door prioriteiten wordt het helder, wordt het meetbaar en wordt het smart gemaakt. En door die prioriteiten is ook iets wat je als inwoner en als raad duidelijk kunt volgen. Dus ik hou me ook even bij op in aanmerkingen bij de prioriteiten. En ik begin even bij de prioriteiten burenproblematiek, sociale wijkproblematiek. Ja, ik vind het heel mooi en het werkelijk dat u de bewoners mededeelgenoot maakt in de oplossing van het probleem. Ze zijn vaak ook het probleem, maar dat u ook de omwonenden en dat u de bewoners dat wil doen. En ik ben heel nieuwsgierig, dat is een vraag die ik aan u heb, of u daar ook een beeld bij hebt hoe u zoiets zou willen aanpakken. Ik bedoel, hoe ver gaat informatieverstrekking als je sociale wijkproblematiek hebt? En hoe ver gaat het delen van die problematiek met de buren? Dat denk ik heel belangrijk. En ik denk ook hoe belangrijk, wat deel je en hoe gaat en wat doe je met die informatie die je deelt met de buren? Dat is even bij prioriteit 1. Wat me even algemeen met de prioriteiten is toch, u heeft helder afspraken gemaakt, hoe u dat wilt aanvliegen. Er wordt veel gesproken over het ontwikkelen van een factsheet, over het ontwikkelen en implementeren van buurtbemiddeling. Maar ik denk dat dat voortkomt wat de portefeuillehouder heeft gezegd. Dit is de tussenfase, er komt een andere fase die u weer terugbrengt. En dan neem ik aan dat het ontwikkelen en implementeren eigenlijk eerder komt, en dan haak ik een beetje aan wat meneer Melles ook zei, dat we eigenlijk teruggekoppeld krijgen van hoe is nu uiteindelijk het implementatieverhaal, wat is nu het implementatieverhaal geworden uiteindelijk. En niet dat we na een jaar wachten inderdaad bij een bijeenkomst van de politie weer een voorlichting krijgen. Want ik ben wel erg nieuwsgierig hoe u dat aanpakt, eerlijk gezegd. Dan heb ik prioriteit 2, middelen in gebruik en daarna criminaliteit en overlast. Het komt bij mij een beetje over, dit stuk is, het gaat natuurlijk alleen maar over de gebruikers. Tenminste, zo komt het even, 90% gaat over de gebruikers. Maar ik heb het ook, ik zou toch ook graag willen dat ook gedacht wordt aan de buurten waar deze criminaliteit voorkomt. Want dan haak ik even terug op dat andere prioriteit. In hoeverre worden buurten betrokken bij buren die drugsoverlast veroorzaken, et cetera. En hoe wordt dat aangepakt? Dat mis ik een beetje in dit stuk. Het gaat nu te veel uit van de gebruikers. Dat is een vraag. En dan hebben we prioriteit 3, 4. Is, nou ja, waar ik heel nieuwsgierig naar ben, maar dat is ook weer een terugkoppeling die we weer van u krijgen, is het horeca-convenant. Dat, wat staat daarin? Wat is dat voor een convenant en hoe wordt dat vormgegeven? En ik zou graag, ik zou graag willen, misschien vanavond niet, maar op een later tijdstip, wat houdt dat horeca-convenant in? Tot zover mijn bijdrage, voorzitter. Dank u wel, meneer Pauls. Meneer Biezen, gemeentebelangen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vind het samen met mijn fractiegenoten een goed plan. Goed geschreven stuk. Qua integraliteit nou liggen de verantwoordelijkheden ook wat anders dan in het verleden. Dus misschien richting de heer Mellies. Er staat duidelijk in het voorstel dat er een stuk bij het ministerie ligt en een stuk regionaal. En dat wij als gemeente voor een stuk verantwoordelijk zijn. En ik denk dat dat goed is. Want we kunnen niet overal de regie overvoeren. Een aantal opmerkingen en vragen, voorzitter. Mijn vraag aan u is, u spreekt over dat u onder andere met een aantal partijen hebt gesproken. Ik denk dat het wijs is om in het stuk op te nemen met welke partijen u allemaal hebt overlegd. En dan zeg ik maar even Welstad. Ik zie Welstad één keer genoemd volgens mij in het veiligheidsplan, maar verder niet. Dan naar het plan zelf. Trends en ontwikkelingen hebt u het over. Digitalisering, vergrijzing, ik mis daarin krimp en ontgroening.
bijvoorbeeld. Dan hebt u het vervolgens op bladzijde 7 inderdaad weer over een aantal partijen. Ik heb net al gezegd van misschien is het handig om alle partijen waar u mee gesproken hebt even op één A4 te zetten. Dan naar de uitwerking van de prioriteiten. Daarin zegt u het ontwikkelen en implementeren van buurtbemiddeling. Gaan we dat in alle wijken en dorpen doen of gaan we dat alleen op de plekken doen waar eventueel problemen zijn, CQ zouden kunnen ontstaan? Datzelfde geldt voor het volgende punt, integrale veiligheidsschouw opzetten en uitvoeren. Dan gaan we naar bladzijde 10. Kwetsbare verwarde personen en daar hebt u het over een afspraak dat u gedurende 2 jaar een lijst bij gaat houden met aantallen en duiding van criminaliteit en overlast. Dan denk ik van hebben we daar nu echt 2 jaar voor nodig en kan dat niet korter? Verderop zegt u ook dat de politie over gegevens beschikt. Bedoelt u nou de gegevens van de politie, zijn dat niet dezelfde gegevens dan die u wilt gaan meten? Dan hebt u het over het ontwikkelen van een escalatiemodel. Wanneer wilt u dat klaar hebben, want dat noemt u dan weer niet. Even kijken. Nou, de heer Pals heeft al iets over het horecaconvenant genoemd. Die had ik ook staan als vraag. Dan naar bladzijde 12. Buurtpreventieteams. Als u over buurtpreventie praat, denkt u dan ook aan buurtpreventieteams? Dus patrouillerende burgers, zal ik het maar even plat zeggen. Dan over het opkopersregister. Daar hebben we het volgens mij in de voorlichting over gehad. Dat was een advies van de politie. Dus wij vinden dit een goed voorstel om dat uit te gaan voeren. Was er de 13? Hebt u het over de ondermijning? En daar pakt u even een periode van 4 jaar dat medewerkers zich bewust zijn van signalen van ondermijning. Nou, ik mag toch aannemen, voorzitter, dat wij er geen 4 jaar over doen om medewerkers bewust te laten zijn over dit soort signalen. Dan naar jeugd, voorzitter. En ja, het is maar even een vraag voor mij over dat hoofdstuk van mis ik nou daar dingen? Mis ik bijvoorbeeld loverboys, sexting, wat toch wel een hot item is tegenwoordig, verbaal en onwenselijk lichamelijk geweld en contact in uitgangsgebieden bijvoorbeeld. Ik zie daar qua nieuwe trends bij de jeugd niets van terug. Het is dus even een vraag van, nou, bent u het met ons eens dat we dat wel moeten opnemen? Of zegt u van, nee, dat is in de gemeente Stadskanaal niet nodig? Dat was het, voorzitter. Dank u. Dank u wel, meneer Biezen. Meneer Hofstra, Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Om te beginnen wat algemene opmerkingen. Dank portefeuillehouder voor de extra toelichting. We hebben dit stuk uitvoerig gelezen. En ik geloof dat meneer Mellies ook al een soortgelijke vraag stelde. We vroegen ons even af wat nou precies de relatie is tot wat we tot dit stuk en wat we 1 keer per jaar doen, het bespreken met de cijfers en de prioriteiten met de politie, vroegen we ons even af. Verder, ja, het gevoel krijgt wel, we krijgen wel het gevoel dat dit nog wel echt een conceptstuk is. De cijfers ontbreken nog bij stuk 2.5. En de gebruikte afkortingen die stonden er ook nog niet bij. Dus met dat oog hebben we het ook een beetje gelezen en nagekeken. Ik denk dat het goed is dat ik nu dan eventjes de verschillende prioriteiten belangs ga. Ook nog een algemene opmerking daarover. Gaan we binnen de prioriteiten nog een prioriteit stellen of laten we dat in willekeurige volgorde staan? Is dat wijs om het in willekeurige volgorde te laten staan of gaan we toch een soort
rangorde aanbrengen. Dat even als vraag aan de portefeuillehouder. Dan bij de uitwerking van de prioriteiten. Prioriteit 1, burenproblematiek, sociale wijkproblematiek. Daar wordt bij de eerste afspraak genoemd de beleidregels wet aanpak woonoverlast opstellen. De burgemeester kan een gedragsaanwijzing geven. Dat kan pas als een waarschuwing, mediation of buurtbemiddeling niet werken. En ultimum remedium is de optie om een woning te sluiten. Dan vroegen wij ons af wat hier de mogelijkheden zijn, of de verschillen zijn, beter gezegd, tussen mensen die een huurwoning hebben en mensen die een koopwoning hebben. Volgens mij zit daar nogal wat verschil in wat uw mogelijkheden zijn. Wat de mogelijkheden van de portefeuillehouder zijn, beter gezegd. Bij prioriteit 2, middelengebruik en daaraan gerelateerde criminaliteit en overlast. Wij missen het aanpakken van juist de dealers. En wij missen een passage over alcohol en over lachgas. Lachgas wat steeds populairder wordt, hebben we afgelopen bevrijdingsdag, dacht ik dat het was, ook weer gezien. Bij prioriteit 3, de kwetsbare en verwarde personen. Ja, daar wordt geschreven als doelstelling dat we willen meer inzicht in de aard en omvang van de problematiek rondom kwetsbare verwarde personen. En hierdoor kunnen wij beter inschatten welke aanpak het meest adequaat zal zijn. En dat riep bij ons de vraag op, dat is een middel, dat is volgens ons geen doel. Ik geloof ook dat meneer Biesert zei van we houden gedurende 2 jaar een lijst bij. Nou ja, dat komt ons over als meer observeren dan acteren. Dus dat mag wat ons betreft wel wat actiever. En algemeen daarbij, ja, psychische klachten en psychiatrische klachten, daar zit nogal een groot onderscheid in. Zoals ons is het, om het hier alleen psychische klachten te noemen, is dat een beetje te kort door de bocht. Bij prioriteit 4, de geweldzaken inclusief huiselijk geweld. Er werden al meer vragen gesteld over het horecaconvenant. Wij vroegen ons even af of wat erin beschreven wordt, het contact van de horeca met de politie als er een incident is, of dat nu een probleem is. We hadden altijd de indruk dat de horeca-uitbaters de politie wel vrij snel konden bereiken hier in Stadskanaal. We hebben natuurlijk ook niet superveel, dus we vroegen ons even af, is dat nu een probleem? En wat voegt dan het horeca-convenant toe, de horecatelefoon in het bijzonder toe? En is er ook gesproken met de horeca-ondernemers hier in Stadskanaal? Bij prioriteit 5, woninginbraken en woning- en straatovervallen. Daar wordt geschreven over het ontwikkelen en implementeren van het DOR, Digitaal Opkopersregister. Dan vroegen wij ons af, ja, hoe maak je nou onderscheid tussen zeg maar, de legitieme marktplaatsverkopers en de helers? Dat lijkt me best wel lastig om te doen. Nou, prioriteit 6, ondermijning, daar is al veel over gevraagd. Lijkt mij ook dat het een lopend proces is, waarbij we mogen verwachten dat er op dit moment natuurlijk ook al heel veel bewustzijn over is. En dat wij, dat is een lopende zaak, zeg maar. Verder hebben wij ook nog gezien, ik geloof dat niet bij ondermijning zit, maar dat past beter bij buurtoverlast. Er werd net al genoemd van buurtpreventieteams. En daar zijn wij niet zo'n heel groot voorstander van. Maar er zijn natuurlijk ook andere mogelijkheden, bijvoorbeeld via buurtnet, dat soort dingen. Dat zagen wij niet voorbij komen. Tot zover in eerste termijn, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, meneer Hofstra. Meneer Klapstra, VVD. Dank u wel, voorzitter. De VVD is verheugd in het gegeven dat vanuit de gemeente samen met de instanties op het gebied van veiligheid wordt gesproken, dat daar afstemming plaatsvindt. Goed plan. Wat wij wel zien is dat het stuk een wat gedetailleerde, maar toch eerste aanzet lijkt, waar nog wel de nodige toetsing overheen moet. Dan heb ik het niet in de laatste plaats op juridisch gebied. Ik heb een aantal zaken gehoord. Daar hebben we niet zo heel veel aan toe te voegen, dus we wachten de antwoorden van de portefeuillehouder af. Wat de VVD opvalt is, om maar dat voorbeeld te noemen, dat bijvoorbeeld bij buurtoverlast, uiteindelijk, dan doe ik op de juridische toets waarvan ik denk dat het goed is dat daar nog eens goed naar gekeken wordt,
waarbij bij woonoverlast tussen buren er als ultimum middel de woningsluiting aan de orde is. Nou, daar is wel wat jurisprudentie over. Misschien is het goed dat daar nog eens goed naar gekeken wordt, want daar is het artikel niet voor bedoeld. Omdat het artikel in basis is geschreven om drugsoverlast in portieken tegen te gaan. En dat is niet om burenruzies op te lossen. Dus ik denk dat het heel goed is dat daar nog wel de nodige aandacht aan wordt besteed. Ik heb een vraag aan de portefeuillehouder. Ik liep in de Koningsnacht door het centrum. En daar zag ik aan het begin waar de HEMA is, en daar waar je bij het kanaal weer stopt, twee bordjes hangen. Namelijk dat je, als je daar loopt, kunt worden gefouilleerd. En voor zover ik weet, is er in onze gemeente, maar corrigeer me portefeuillehouder als ik dat fout zie, is er geen 151 en volgende verordening die de bevoegdheid geeft om te fouilleren aan politie. Preventief fouilleren heb ik het dan over. En die verordening die moet er wel zijn, die moet door de raad vastgesteld worden. Die bevoegdheden die zijn sinds een jaar of twee, drie in de gemeentewet opgenomen. Dus ik zou graag willen horen hoe ik bijvoorbeeld zo'n soort plakkaat moet zien in zo'n nacht. Wie mag daar op het openbaar gebied dan fouilleren? Is dat de politie? Want dan zou die verordening er moeten zijn. En anders is het openbaar gebied en moet zo'n bord daar niet hangen. Dus dan werkt het averechts. Dus met andere woorden, de vraag is eigenlijk, is er zo'n verordening en is er basis om die 151 bevoegdheden, 151a gemeentewet en volgende, dus een hele reeks bevoegdheden, of die in onze verordeningen zijn opgenomen en zo nee, waarom we dan toch die lijken toe te passen in onze gemeente. Dank u wel. Dank u wel, meneer Klapstra. Meneer Iedema, SP. Dank u wel, voorzitter. Nou, er is al een heleboel gezegd en het is inderdaad een goed stuk om te lezen. Ik heb nog wel een paar zaken waar ik even extra aandacht voor wil hebben. Dat is bijvoorbeeld het huiselijk geweld. Dat is natuurlijk wel heel erg problematisch hier in de gemeente Stadskanaal. En dat staat gelukkig in de prioriteit. Maar wij vragen ons af van waar gaan we het met elkaar van merken? Ook met de sociale buurten waar overlast veroorzaakt wordt. Met dit nieuwe gegeven, met dit nieuwe plan. Waar gaan we er ook echt van merken? Verder heb ik nog een vraag over de horeca-convenant. Ik woon zelf in het centrum, dus ik woon midden in het uitgaansgebied. En ik merk vaak dat er 's nachts diep in de nacht toch wel fysiek geweld is, waar meneer Bies ook over sprak. En dan merk ik ook dat daar het nog vrij lang duurt voordat er echt actie ondernomen wordt of dat er iets aan gedaan wordt. En dat gaat vaak echt heel lang door. Tot diep in de nacht wordt er geschreeuwd en gegild. En ik denk van, Daar wordt te weinig aandacht aan besteed of er is te weinig mankracht aanwezig om daar daadwerkelijk iets aan te gaan doen. Dan nog even over het middelengebruik. Dat is natuurlijk een groot probleem voor de jeugd. Ik weet natuurlijk wel dat thuis wordt gedronken door de jeugd en dan gaan ze naar de horeca. Maar ik zie te vaak dat hele jonge mensen die nog geen 16 zijn, dat die al alcohol krijgen ook op terrassen en ook in cafés. En daarom ben ik ook wel nieuwsgierig naar wat in die horecaconvenant staat daarover. Dan nog even het laatste. Ik werk zelf in de gevangenis. Dit weekend hebben we heel veel last gehad van enkelbandjesproblematiek. De telefoon is uitgevallen. Heeft de politie van Stadskanaal inzicht in van wie enkelbandjes draagt en dat ook direct in actie kan overgegaan worden? Dat vooralsnog even wat ik wou zeggen. Dank u wel, meneer Iedema. Meneer Tamsma, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Meneer Iedema zei het al, er is al een heleboel gezegd. Om te beginnen, op hoofdlijnen vinden wij het prima prioriteiten, waarbij ons ook heel erg aanspreekt de samenwerking. Om er toch een paar punten uit te lichten. Het deel over middelengebruik, dat is toch met name gericht op een stuk preventie. En dat is ook zonder meer goed. Laten we dat ook even stellen. Alleen inderdaad, er werd al opgemerkt, er staat weinig over dealers. Er staat weinig over alcohol. Wat gaat u daarmee doen? Want alcohol veroorzaakt minstens zoveel overlast, voor ons gevoel, dan drugsoverlast. Het digitaal opkoopregister. En misschien is dat een formulering in de tekst. Maar ik weet dat het elders inmiddels al minimaal een jaar of vijf functioneert.
Dus ontwikkelen lijkt mij iets dat ik denk van, het is er. Dus wij kunnen het invoeren, lijkt mij. En misschien, en kunt u misschien wel aangeven of dat ook een landelijk iets is of dat het puur plaatselijk blijft. Wat ons verbaasde eigenlijk, de ondermijning doet het ons in ieder geval, laat ik daarmee beginnen, goed dat daar aandacht aan wordt geschonken. We hebben daar als ChristenUnie ook in een motie om gevraagd. Het verbaast wel een beetje dat inderdaad het bibelbeleid een beetje, ja, zoals het beschreven staat, op de achtergrond is geraakt. Ja, misschien kunt u toch wat meer aangeven wat daarvan de oorzaak is en wat daar ook eventueel gevolgen van zijn geweest. Hebben wij nu inderdaad vergunningen verleend die we niet hadden moeten verlenen? Of? Daar wil ik het in eerste instantie bij laten, voorzitter. Dank u wel, meneer Tamsma. Mevrouw de Jonge, aan u het woord. Dank u wel. Ik moet even kijken, want het was oriënterend eigenlijk ook een beetje voor ons, wat u ervan vond. Maar het levert vooral heel veel vragen op, merk ik. Laat ik eerst even een aantal vragen beantwoorden die de meeste partijen gesteld hebben. En dan begin ik even met wat voor ons eigenlijk, wat voor u een vraag is, maar voor ons het paradepaardje. Namelijk het feit dat de cijfers en de uitwerking nog een beetje mist. Nou, dat is zo. Het is een oriënterende bespreking. En we hebben u aan de voorkant, net als we andere partijen aan de voorkant betrekken, ook u aan de voorkant willen betrekken. Maar waar het integraal veiligheidsbeleid, zo heette het althans, over de afgelopen periode geen enkel cijfer ongeveer kende en op geen enkele manier werd bijgehouden wat nou het effect van de inspanning en de prioritering was, hebben we hier eigenlijk gezegd dat vinden we echt heel belangrijk. Dus op het moment dat we de prioritering helder hebben en dat, nou ja, deze bespreking draagt daaraan bij om te weten zijn we op de goede weg qua beleidsprioritering, dan gaan we dat vertalen in een manier van bijhouden van je resultaat waar we echt wat mee kunnen. Als we zeggen, we vinden het middelengebruik en daaraan gerelateerde prioriteit, dat zien we overal terug in de cijfers. Dus door die samenwerking die we met andere partijen zoeken, willen we dat dat echt naar beneden gaat, of dat we daar beter grip op krijgen. Huiselijk geweld. Volgens mij de SP vroeg daarnaar. Dat zou mij, wie mijn loopbaan een beetje volgt, weet dat een lief ding waard zijn als we daar een bijdrage aan kunnen leveren om dat iets minder frequent te laten voorkomen. Ja, dat kunnen we aan de inspanningskant, dat zitten we hier te doen, wel met elkaar formuleren. Maar de relevante vraag is natuurlijk, helpt het? Helpt onze inspanningen? En als het niet helpt, moet je iets anders gaan doen of je moet ermee stoppen. Want een aantal van u zegt ook, zijn er wel veel? Komen er nog prioriteiten binnen de prioriteiten? Nee, dit zijn de prioriteiten. Dan laten we toch al een aantal dingen weg die ook gewoon moeten gebeuren. Dus politieinzet, maar ook inzet van andere organisaties, is niet onbegrensd natuurlijk. Dus als je met elkaar die prioriteiten stelt, moet je ook wel het gevoel hebben dat handen ineens slaan om deze zaken tot verbetering te brengen ook iets oplevert. Dus u zult in het uiteindelijke stuk inderdaad duidelijk uitgewerkte manier zien waarop we willen meten, reëel willen meten, zonder dat we nog minder blauw op straat en wit aan het bed krijgen. Willen meten of wat we hier met elkaar afspreken ook feitelijk helpt. Dat is tegelijkertijd, denk ik, ook een antwoord op de vraag die een aantal van u overigens wat mij betreft zeer terecht stellen. Namelijk, hoe komt het hier terug? Hoe houden wij greep op de uitvoering van dit stuk? Dat is eigenlijk gezegd nog een hele puzzel. Want we hebben het landelijk beleid, waar een deel van onze politietaken in moeten passen. We hebben het regionale beleid, waar een deel van onze politietaken in moeten
passen. We hebben het lokale beleid waar een deel van de politietaken in moeten passen. En dan willen wij nog dat we het ook eigenlijk vooral afstemmen met de zorgpartijen. Heel eerlijk gezegd lopen we al uit de pas door dit nu al aan u te presenteren. Want dat landelijke kader is er nog helemaal niet. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat het hierin past. Want anders zijn ze landelijk niet met de goede dingen bezig. Dus ik ga daar echt wel van uit. Maar het is wel een puzzel, omdat we hier wel iets doen wat niet gewoon is. Dus in die zin is het een puzzel. Hoe kunt u dat bijhouden of wat we hier nu bespreken en straks hopelijk gaan besluiten, dat dat tot uitvoer wordt gebracht? Nou, aan de hand van die cijfers. Dus we gaan u niet meer lange kwalitatieve verhalen vertellen over hoe goed we allemaal bezig zijn. U krijgt gewoon de resultaten. En op basis van die resultaten, en dan begint het puzzelen weer een beetje, denk ik dat we hier, zoals te doen gebruikelijk, wel de politie zullen uitnodigen. Want tenslotte ben ik als portefeuillehouder mee verantwoordelijk voor wat er in het kader van de openbare orde door de politie gebeurt. Maar dat zijn we natuurlijk niet voor Meander. En dat zijn we ook niet voor Verslavingszorg Nederland. Dus daar zullen we met elkaar over na moeten denken hoe je het horizontale gesprek met die partijen doet. Voorzitter. Mevrouw Luiken. Nu u dat zo zegt, op papier lijkt het inderdaad altijd allemaal geweldig en prachtig. Ik vraag me dan toch af, als al die ketenparten zich ermee moeten gaan bemoeien vanuit de zorg, is er überhaupt wel personeel genoeg voor? Want die krijgen er natuurlijk toch weer een taak bij. Mevrouw de Jonge. Dat raakt aan de manier waarop we dit hebben opgezet. Waarbij we, dat is niet een praatje voor de vaak, waarbij we hebben gezegd, wij gaan niet bepalen wat de ketenpartners moeten doen. We gaan hun vragen wat hun prioritering is. Wat zij in de praktijk van hun, in hun praktijk van alle dag het belangrijkste vinden. En kijken of daar overlap in is. Want uiteindelijk, dat is ook antwoord op de vraag van wie ondertekent dit nou allemaal. Dat zult u zien in het convenant wat we uiteindelijk gaan sluiten met deze partijen. Want iedereen verplicht zich om zijn aandeel te leveren. Dus dat convenant, daar staan alle ondertekenaars. En die kunnen we daar ook aan houden. Maar ja, weet je, een convenant is niet juridisch afdwingbaar. Dus dat gaat meer over hoe werk je met elkaar samen en hoe hou je elkaar scherp. Maar dat was ook precies de reden waarom we hebben gezegd, we moeten dit proces aan de voorkant al in gelijkheid gaan opzetten. Dus Verslavingszorg Nederland moet eerlijk kunnen zeggen hoe zij ervoor staan en waar ze wel of geen tijd voor hebben en welke prioriteit ze daarin stellen. En niet tegen ons zeggen en denken, nou, dat gaat toch niet lukken. Want daar schieten we met elkaar niks mee op. Dus dus het antwoord is, u mag ervan uitgaan. Ik ga er in ieder geval vanuit dat partijen hun aandeel pakken. Want ze hebben zelf gezegd dat ze dit willen en gaan doen. Ja, en als de hemel naar beneden valt, hebben we allemaal een blauwe hoed. Dus dan hebben we een gezamenlijk issue. Maar zeggen. Dus hoe komt het terug? Deels antwoord 1, de cijfers, de resultaten. 2, het gesprek met de politie zal jaarlijks blijven plaatsvinden. En daar kunt u mij vervolgens op aanspreken voor deel openbare orde. 3, laten we met elkaar nadenken hoe we die soort van horizontale verantwoording die je met je sociale partners in de zorg laat plaatsvinden doet. Want dat vinden zij er misschien ook wat van. Het horecaconvenant mag zich in een grote belangstelling verheugen. Dat doet mij deugd, want het lukt niet iedere gemeente om zo'n horecaconvenant te sluiten. En dat compliment gaat vooral naar onze horeca, overigens. Dus ik gun hen dat we daar nog een keer apart op terugkomen. Dat is echt wel de moeite waard. Dus ik stel voor dat we dat toesturen en een volgende keer apart bespreken. En tenslotte waren een aantal van u die wat zorgen hadden over buurtpreventie en denken dat we hier met gewapende burgerwachten gaan rondlopen. Dat was geenszins onze bedoeling, maar ook dit is eerlijk gezegd een beetje afhankelijk van de buurt waar we het over hebben.
Als ik goed geïnformeerd ben, zijn er eigenlijk al een aantal buurten die vormen van buurtpreventie hebben opgezet. In de vorm van buurtapps of een hondenuitlaakdienst waarbij je tegelijkertijd even een oogje in het zeil houdt. Dat noemen ze erg elders gewoon buurtpreventie. En dan weten we dat van elkaar en dan help je elkaar een beetje als gemeente en actieve buurtbewoners in die activiteiten. Dus we hebben eigenlijk hiermee niet zozeer beoogd iets heel nieuws te creëren, maar meer een beetje te ordenen en in beeld te brengen en te ondersteunen waar dat gewenst wordt. Van wat er al is. En misschien wel ook duidelijk maken dat er in een aantal buurten vormen van buurtpreventie zijn. Want dat is dan eigenlijk wel zo netjes als je dat ook kenbaar maakt. Tot zover de algemene vragen. Dan per partij. De heer Mellies, lokaal betrokken, wijst erop dat de integraal nog meer is dan wat hier al in staat. Dat is waar. Wij hebben ervoor gekozen, de brandweer overigens is betrokken, heeft ook gesproken hè, in de informatieavond. Dus is betrokken bij dit totstandkoming van dit document. Maar die hebben hun taken, voor zover het echte repressieve brandweertaken betreft, ja, die regelen ze gewoon apart. Daar, ja, dat is gewoon brandweer. Dus die hoeven we hier niet bij op te nemen. Het is al complex genoeg. Rapportage is aan de orde geweest. Het smart formuleren ook. De burenproblematiek. Hoe ver gaan we met het delen van de informatie? Danielle Rekswinkel is daar mee bezig geweest. Dus ik geef haar het woord voor de beantwoording van deze vraag. Gewoon van deze knop. Ja, dan moet ik hem uit. Oké. Okay. Nou, ik ben dus inderdaad Danielle Rekswinkel. Ik ben nu bijna een jaar beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid voor de gemeente Stadskanaal. Nou, de vraag van hoe ver ga je met het delen van informatie? Niet zo heel ver, afhankelijk van de toestemming die we daarvoor krijgen. We zitten met een ingewikkelde privacywetgeving. Waarbij ik wel, als ik het heel eerlijk moet zeggen, altijd een beetje de grenzen probeer op te zoeken van wat is er mogelijk en wat is er niet mogelijk. Want als je alleen maar gaat kijken van ja, we mogen niks delen en dan stopt het, dan stopt ook echt alles. Dus in gesprek kun je wel heel veel doen. Dus hoe ik het nu doe, dat zal niet zo heel veel veranderen. Dat is gewoon kijken van, staat u open voor een gesprek met uw buren? Als het antwoord daarop ja is, komt vaak alles al op tafel. Maar dan delen zij het zelf. Nou, dat is het mooiste, dan hoeven wij daarvoor niets te doen. Er zijn een aantal uitzonderingen. Medische gegevens delen wij nooit. Justitiële gegevens delen wij nooit. Dat gaat gewoon te ver. Is ook vaak helemaal niet nodig. Want als je al zegt van nou, er speelt het een en ander aan problematiek waar de hulpverlening is al betrokken. Dat is vaak al afdoende. Je hoeft niet tot ieder detail te gaan. Dat zal niet veranderen ten opzichte van hoe het nu gaat. Voorzitter. Mevrouw Luiken. Wat verandert het dan wel precies? Kan je dat zeggen? U, sorry. Nee, zeg maar. zeg maar. Nou, wat gaat er wel van? Ik hoop dat ik er wat minder werk van krijg en de politie ook. Op dit moment is het zodanig dat als er overlast is, dat allemaal op mijn bordje komt en laat staan wat er allemaal op het bordje van de politie komt, want de helft, nou meer dan de helft, bereikt mij nog niet eens. En het doel is eigenlijk, er zijn hartstikke mooie ontwikkelingen op het gebied van buurtbemiddeling, er zijn vrijwilligers die zich daarvoor in willen zetten, die binnen hun eigen gemeente zich ervoor in willen zetten dat elders, want in je eigen wijk is niet zo handig, maar in een andere wijk bepaalde problemen op te lossen. Dus eigenlijk is het stom om daar geen gebruik van te maken. Dus het gaat veranderen dat hopelijk de politie meer tijd overhoudt voor hun eigen taken. En eigenlijk hoop ik ook dat we eerder al het probleem kunnen verhelpen. Als het bij mij komt, is het eigenlijk al geëscaleerd. Ja, want misschien even in de aanvulling. Dit is echt best wel wat. Dat we dit tot een veiligheidsprioriteit maken. En dit is echt geënt op wat we in de praktijk van alle dag zien.
Het gaat heel vaak over burenconflicten die uit de hand lopen. Dat is één. Twee, daar zit bij het vraagstuk. En dat, dat is gewoon nog wel een beetje zoeken hoe je dat moet aanpakken. Maar wij hebben eigenlijk wel tegen elkaar gezegd, de politie zeker in Kluis, er zijn hier straten waarvan iedereen hier ook weet, dat is niet best daar zo. En wat we eigenlijk hebben gezegd, het is toch vreemd dat wij als overheid, als bestuur van deze gemeente, dat allemaal weten en het gewoon laten. En je zal er maar wonen. Wat zeggen we eigenlijk tegen die mensen die daar wonen? Die dat gedonder en gesodemieter hebben in dat drugspand op de hoek. En met al die brommertjes en die helers en weet ik veel wat. Die twee buren hebben die elkaar de tent uit vechten. Met alle overlasten, lawaai en anderszins van dien. Je zal er maar wonen. En in feite is dat wel wat wij op dit moment vaak doen. We accepteren het gewoon. Ja, dat is een ellende. We proberen het beheersbaar te houden. En dat is niet omdat we lamlendig zijn met elkaar of omdat we vervelende mensen zijn, maar omdat het echt reuze complex is om daar wat aan te doen. Want er zit altijd, het zijn nooit mensen met één probleem. Het zijn er altijd met een hele hoop problemen. En alleen maar repressief erbovenop zetten, nou, dat helpt misschien heel even. Maar levert niet echt iets wezenlijks op. En dat is wel wat we door. Dat is eigenlijk de essentie van de samenwerking die we nu met de zorgpartijen zoeken. Dat we echt langzaam maar zeker, en dat zal niet ineens daverende resultaten in een maand gaan geven, maar dat we wel langzaam maar zeker gaan zoeken naar het feitelijk oplossen van sociale problematiek die vaak leidt tot criminaliteit of veiligheidsvraagstukken. Daar zijn geen lieve koekjes worden daar niet gebakken, dat gaat niet simpel. Maar er zit wel onder de erkenning dat we inderdaad, een van u vroeg dat, een huis kunnen sluiten ergens en denken dat we het probleem hebben opgelost. Dat is natuurlijk niet waar, want zo iemand gaat gewoon of ergens anders wonen en dan begint het gesodemieter weer opnieuw. Of hij gaat niet ergens anders wonen en dan heeft die persoon in kwestie zelf in ieder geval een groot probleem. Laat staan de omgeving. Dus we kiezen eigenlijk hierdoor niet voor de makkelijke weg. Dat blijkt ook uit de prioritering die we kiezen. En zoals mevrouw Rekswinkel terecht zegt, wij zoeken daar eendrachtig ook wel eens een beetje de grenzen op van wat kan en mag. En ook bij de gegevensuitwisseling, ja, is dat wel eens ingewikkeld. Ik heb u de vorige keer het verhaal genoemd van de jonge man die geheel ontspoorde. Ja, als je dan niet als woningbouwcorporatie en gemeente en politie en GGZ echt naast elkaar gaat zitten en gaat zeggen, we gaan hier niet lopen zwarte pieten, maar we gaan proberen om dit probleem echt op te lossen. Nou, dan stretch je mensen wel eens een beetje. Meneer Mellies. Ja, ik hoor nog dingen. Dat ik denk bij mezelf van goed, maar dit is toch al langer zo. Ik bedoel, dit is toch niet iets van gisteren of eergisteren. Hebben we nou al die tijd dan, ja goed, zo zie ik het een beetje, liggen slaap. Hebben wij dingen geweten dat het speelde, maar dat wij ons daarvan afgekeerd hebben, bewust. Want ik kom hier elk jaar netjes bij de rapportage van de politie en ik zie daar prachtige cijfers elk jaar. Dit is helemaal nieuw voor mij. Is dit nieuw of hebben er taken bijgekregen sinds kort? Want dit is helemaal nieuw voor mij. Ja, wij hebben de taken bijgekregen, ja. En dat was in 2015. Toen hebben we er nogal wat taken bijgekregen. En dat betekent dat we meer zien, meer verantwoordelijkheid voelen en ineens ook zien wat er mogelijk is als je de verschillende partijen in de keten aan elkaar koppelt. Als wij niet met de sociale woningbouwers, Levier in kwestie, voornamelijk, praten over, joh, wat doen jullie bij burenoverlast? Wat doen wij bij burenoverlast? En wat doet de politie bij burenoverlast? En kunnen we daar, kunnen we eens kijken, we hebben dus allemaal verschillende instrumenten. Kunnen we dat niet wat handiger op elkaar afstemmen? Dat is integraal werken. En door de nieuwe taken die we hebben gekregen, en door ook een indringende wens eigenlijk van onze kant wel om die zaken met elkaar samen te brengen. En een politie die zegt, joh, we zijn eigenlijk een groot deel van de tijd feitelijk bezig met zorg.
krijg je nieuwe mogelijkheden. Dat is het eigenlijk. We hebben gewoon nieuwe mogelijkheden om zaken gecombineerd aan te pakken. En dat proberen we hier te doen. Dus deden we het vroeger fout? Nee, we deden het anders. En in ieder geval meer los van elkaar. En nu proberen we het meer met elkaar te doen. Meneer Klinkhamer, Partij van de Arbeid. Ja, ik moet zeggen ook een groot compliment hoe dit aangepakt wordt. Want ik denk ook, misschien is dat ook wel voor andere... Dat is de jeugdzorg, hè, zou je kunnen zeggen. Laat die zorg aanbieders met z'n allen om tafel gaan. En laat ze ook met een oplossing komen richting ons. Hè. Je kunt ook alles om. Dus ik vind dit een hele goede zaak dat je de instanties verantwoordelijk maakt om een gezamenlijke plan te maken. Of mede. Ja, en dan vervolgens, het moet er wel een regiehouder zijn. En die is wel belangrijk, want we weten allemaal, instanties kunnen, zijn vaak van die haantjes. Hè, die, de een wil voorop en de ander wil zo. Dus je moet ze allemaal meekrijgen. En dan moet iemand er wel boven staan. Dus ik hoop wel dat de gemeente die positie sterk en stevig gaat innemen. Gaat u verder, mevrouw de Jonge. Voorzitter. Nou, misschien even nog reageren op de heer Klinkhamer, mag dat? Ja, even reageren op de Klinkhamer. Ik onderstreep dat zeer. En dat is overigens eigenlijk de essentie van dit hele stuk, hè? Dat wij doen wat we altijd deden op het terrein van veiligheid, maar waar we ons mee verantwoordelijk voor stellen, dat is ook een beetje het antwoord van mevrouw Rekswinkel net, is die coördinerende functie waar nodig. Iemand van u vroeg ook naar die wat dat escalatiemodel eigenlijk inhield. Ja, dat zijn de zaken waar je met veel partijen rond de tafel zit, belachelijk veel. Soms schrik je ervan hoeveel partijen eigenlijk met één gezin of één iemand bezig zijn, maar dat van elkaar niet weten, omdat er geen reden is normaal, omdat iedereen doet zijn eigen stukje. En hier zeggen we, nou nee, laten we dan rond de tafel gaan zitten. En de gemeente heeft dan geen andere taak, maar die is wel belangrijk, dan zijn eigen werk goed te doen. Maar het eigen werk van de gemeente is natuurlijk maar eigenlijk vrij beperkt. Onze belangrijkste taak is dat gesprek faciliteren. En dus te zorgen dat je niet gaat zitten jijbakken of dat we niet gaan zeggen... ik schuif deze van mijn bordje. Maar om te zeggen, dit is een gezamenlijk probleem. Daar zijn partijen trouwens meestal gewoon mee eens. En ik ben helemaal niet negatief over de houding van zorgpartners hier in deze gemeente. Ik vind eerlijk gezegd dat partijen hier allemaal heel erg gericht zijn op de oplossing van het probleem. En ook geneigd zijn om te kijken wie ze daarbij nodig hebben. Alleen de vraag, wie is er nou in charge? Wie gaat nu beslissen? Nou, dat is gewoon vaak wel een lastige vraag. En een van de taken die wij op ons nemen is om daar een faciliterende rol in te kiezen, inderdaad. Meneer Pauls, D66. Ja, voorzitter. Ja, even een vraag aan de portefeuille houden. Ik zou nog iets willen toevoegen aan uw gesprekspartners. En dat is namelijk, want u heeft het steeds over Le Vier als woningstichting. Dat is een goede partij. Maar u weet net zo goed als ik dat wij natuurlijk in Stadskanaal ook een heel veel kamerverhuurbedrijven hebben. En ik vind dat toch wel een belangrijke ketenpartner, ook in uw... want het zijn eerlijk gezegd, zijn dat ook wel overlastgevende buurten. En ik heb begrepen van een andere portefeuillehouder dat ze daar een inzicht in wil hebben, hoeveel kamerverhuurbedrijven er zijn. Dus ik neem aan dat u ons eigen ketenpartner, daar wordt u ook weer aangelinkt aan de portefeuillehouder mevrouw Brongers. En, maar het is een niet misverstaande ketenpartner ook in uw overleg. Dat wou ik alleen maar even toevoegen. En ik hoop ook bij de uiteindelijke evaluatie en uiteindelijk dat ook de kamerverhuurbedrijven meegenomen worden in dit convenant. Dank u wel, meneer Pauls. Mevrouw de Jonge. Nou, ik beschouw dit als een toevoeging op de basisvraag van dit overleg. Namelijk, hebben we de prioritering goed? Terecht eigenlijk misschien, kijk even naast me, volgens mij is het zinvol om dit nog even toe te voegen, want dit is ook weer net iets anders. Hier is ook over de brandweer nadrukkelijk bij betrokken. Ik heb er een paar bezocht en ik deel uw opmerking dat dit ook vanuit het integrale veiligheidsbeleid een onderwerp is om in de gaten te houden. Voor de buren, maar zeker ook voor de mensen die er wonen overigens. Dus ik denk dat we die gaan voorleggen aan onze partners, of we die moeten toevoegen. Dat geldt ook voor de suggestie van de heer Pauls, D66, om de
buurt wat nadrukkelijker te betrekken bij de aanpak middelengebruik. Daar hebben we het niet zo het oog op gehad, maar dat is wel, dat vind ik op zich wel een goed idee. Dus dat... Voorzitter. Meneer Pals. Ja, mag ik dan nog toelichten met een voorbeeld? Een kort voorbeeld, aan de voorzitter. Een kort voorbeeld mag. Ja, nou, we hadden laatst 3 weken geleden op zondag, was er een heel groot politieonderzoek bij ons in de buurt, op zondag. Dan komen er 2 patrouillewagens met mensen met handschoenen, et cetera, en die doorzoeken de hele boel. En vervolgens gaan ze weer weg. En vervolgens denk je van, hallo, ik weet dat uit privacy zal daar geen mededeling over gedaan mogen worden. Maar als je ernaast woont, dan heb je wel zoiets van, wie woont er nu in vredesnaam naast mij? Dat op zondagmorgen dat soort invallen gaan plaatsvinden. En men vertrekt zonder, Dat is even als voorbeeld bedoeld, hoor. Je hoeft er niet op te reageren. Mooi. waar ik misschien nog wel even op wil reageren is meer van u vragen, hoe doe je dat nou met wijken en buurten? Kijk je daar ook naar? Ik moet eerlijk zeggen dat we daarover met de politie in gesprek zijn. Wij krijgen nu een bepaalde manier van rapportage. Iedere week zitten wij met de politie rond de tafel om te kijken wat is er allemaal weer gebeurd afgelopen week. Wij hebben het initiatief genomen als gemeente Stad Kanaal om met de politie in gesprek te gaan over de vraag hoe die rapportage er ook in het licht van dit stuk uit moet gaan zien. Ik bedoel, op het moment dat we hier zeggen we willen bepaalde zaken bijhouden, dan is het wel handig als de politie die overeenkomstig noteert. Dus dat is al een punt. Maar wij hebben ook aan de politie aangegeven dat we eigenlijk heel graag hoeven niet meer... Sommige informatie die we nu krijgen hoeven we eigenlijk niet meer, maar wat we wel graag willen zien is of bepaalde veiligheidsissues zich in bepaalde wijken meer of minder voordoen. En dan hoeven we eigenlijk niet op naam en niet precies meneer Pals op adres, maar wel gebeurt daar iets in die wijk, zodat je ook preventief in algemene generieke zin iets kan doen. Eerlijk gezegd hebben we die informatie nu niet 1-op-1. We kunnen hem natuurlijk wel uit de cijfers afleiden en specifiek opvragen. Maar wij zouden toe willen naar, passend bij deze aanpak, naar informatie waarbij we standaard weten wat de ontwikkeling in wijken is. Zonder nu zielig te doen, maar wat is dan het ingewikkelde? Dat de politie natuurlijk dit soort rapportages aan meerdere gemeentebesturen moet geven. En we willen allemaal dat de politie zo min mogelijk achter zijn computer gegevens zit te genereren en zoveel mogelijk meneer Iedema op straat aanwezig is. Dus hebben we gezegd, nou dan accepteren we maar dat dit niet zo snel gaat, maar dat we met veel partijen moeten gaan praten of zij het erover eens zijn dat dit de vorm is, zodat we met een uniforme informatievoorziening uiteindelijk kunnen komen. Ik denk dat dat nog wel een jaartje duurt. De heer Biese, gemeentebelangen, gaf aan, ik mis de krimp en de ontgroening. Ik sla met name aan op krimp. Ik vind dat een hele goeie, want dat is wel een specifiek probleem wat we hebben. Leegstaande panden en een mogelijke magneetwerking daarvan op. Die zijn we gewoon, hebben niet aan gedacht. Dus die gaan we toevoegen. Ik neem aan dat uw vraag over buurtbemiddeling en gegevens al beantwoord is. Escalatiemodel heb ik ook al beantwoord. Buurtpreventieteam ook. De ondermijning. Ja, ik heb niet meer helemaal scherp hoe het hierin staat. Ik kan u verzekeren, we zijn al een half jaar bezig met het bewust maken van ondermijningsrisico's van onze gemeenteambtenaren. Ik neem aan dat we bedoelen, daar gaan we de komende 4 jaar nog mee door. Dus dat is meer een onderhoudsafspraak die daarin staat. Een aantal van u zei, we missen onderwerpen, met name bij jeugd. Dat zou heel goed kunnen, ook de PvdA vroeg daarnaar. Maar dat komt ook omdat wij kiezen niet
wat de onderwerpen zijn waar zorg en veiligheid op moeten samenwerken. Dat doen de partijen uit het werkveld zelf. Dus op het moment dat die zien, sexting is hier echt een ding aan het worden, of we horen dat van de scholen, of ja, dan gaat daar de aandacht naar uit. Maar het idee is nou net dat we dat niet van achter onze bureaus hier doen, maar dat we aan de veldpartijen overlaten waar de feitelijke zorg zit. En dan daar de gezamenlijke actie op gaan inzetten binnen de prioriteiten zoals we die hier nu aan u hebben voorgelegd. Dus daarom zijn we op heel veel terreinen niet limitatief. Want ja, wij weten ook niet wat er voor hobby's gaan ontstaan de komende maanden en jaren. Meneer Klinkhamer, ja. Partij van de Arbeid. Ik probeer nog even helder te krijgen. Maar dat puzzelt mij de hele tijd al van, goh, hoe moet ik dit nou zien? De afgelopen jaren was het de gemeente, het nam het initiatief met allerlei voorstellen en met prioriteiten. En nu is het een beetje omgekeerd. We gaan de instanties, geven wij het mandaat of geven wij de ruimte om met ideeën te komen. Zodat de gemeente in stelling wordt gebracht en eventueel faciliteren, et cetera, et cetera. Dat is een beetje de omgekeerde wereld. Want de afgelopen jaren was het echt van, er is een pakket met cijfers. En ik hoorde niet of nauwelijks de ketenpartners. Dus het was heel echt op de gemeente die, de gemeente dat, de gemeente zus en zo. En nu is het andersom. Dus het is nu een beetje meer bottom-up. Zo van, we gaan vanuit de ketenpartners de informatie vergaren. Die brengen onze informatie wat zij belangrijk vinden. Dat krijgen we te horen. En wij gaan kijken waar wij daarin kunnen faciliteren, et cetera. Dus je krijgt als gemeente gewoon een beetje een andere rol. Klopt dat? Ik probeer het even helder. Want het is een andere denkwijze, hè, wat hier nu gebeurt. De denkwijze is wat anders dan in de voorgaande jaren. Wat meneer Merlies ook zei, je kreeg alles aangeleverd en de gemeente was hier eigenlijk wat de dominante partij hierin. En nu is die dominantie, met alle respect, is nu wat teruggegaan naar al die ketenpartners. Klopt dat zoals ik het nu zo benoem? Mevrouw de Jonge. Nou, in feite wel. Alleen, het is natuurlijk wel zo, zoals de heer Merlies terecht zei, wij hebben sinds 2015 een aantal extra taken. En wat we eigenlijk doen is de rol die we hebben op die extra taken, en die hebben betrekking op bijvoorbeeld, als het hier om gaat, middelengebruik, die hebben betrekking op jeugd, die hebben betrekking op verwarde personen, gaan trouwens ook over, heel vaak over schuldenproblematiek. Daar hebben wij allemaal een taak in. En wat we hier proberen is, ja, u zegt bottom up. Het is vooral aan elkaar knopen van ontwikkelingen. Kijk, we leggen niet voor niks deze prioritering voor. Deze prioritering is de prioritering zoals wij die zien op basis van de cijfers zoals we die van de politie hebben gekregen en die gedeeld worden door de sociale partners. Dus ook sociale partners zeggen, ja, burenproblematiek, daar moeten we echt wat aan doen. Want we klooien er al, we hebben allemaal problemen om dat opgelost te krijgen. En ieder voor zich lukt het niet, maar met elkaar misschien wel. Ja, het klinkt een beetje soft, maar het is eigenlijk best wel hard. Ik ben van alle markten thuis. Ja, nee, dan snap ik. Ik snap het verhaal. Maar het is voor ons heel belangrijk als raad dat we het weten, dat we dus een beetje een soort kanteling in het denkwijze hebben. En die was in de afgelopen jaren vanzelfsprekend. Dan kreeg je alles aangeleverd en je kon er maar op losschieten. En we wilden een cijfertje hier, we wilden een cijfertje daar. En hoe zit het daar en daar? Vergelijkingsmateriaal. Maar het is nu een beetje meer zo van de ketenpartner die zegt over die buren overlast. Oh, ik heb daar wel een idee over. Ik heb wel bijvoorbeeld gezinscoaches die ik kan inzetten. Die dat buren, even als voorbeeld. Dan komt erbij en dan gaat u kijken van, faciliteren we dit? Is er geld voor? Enzovoort. Dat is een beetje de insteek, als ik het zo hoor. Klopt dat? Ja, dat klopt als een bus. En zo breng je dus ook logica aan. Kijk, om een heel, want het moet ook niet te zweverig worden, want dat is het eigenlijk helemaal niet. Maar bijvoorbeeld heel concreet, huiselijk geweld. Helaas een heftig geweldsmisdrijf, hè, wat nota bene in je eigen huis plaatsvindt. Huiselijk geweld, groot issue, heel moeilijk te bestrijden.
Als je kijkt, wat zijn vaak oorzaken van huiselijk geweld? Dat is heel vaak schuldenproblematiek. Ik noemde het net al. Dus mensen maken zich grote schulden over hun schulden. Slapen niet, kort lontje, iemand moet het bezuren. Nou, dan pak je degene die dichtst bij is. Ik bedoel, even heel plat geslagen. Oh, ja. Slecht woord. heel bazaal. Wat gebeurt er werkelijk nu? Dat zaken soms worden afgedaan door het OM met een boete. Ja, dat gaat het probleem niet kleiner maken. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de voorbeelden van hoe we elkaar soms nu onbewust tegenwerken. Omdat we van elkaar niet weten wat we doen. Ieder doet zijn eigen stukje. En wat we willen gaan voorkomen in de toekomst. Dan even laatste opmerking. In dit voorbeeld is dat u natuurlijk, als het om justitiële zaken gaat, juridische zaken, dus vanuit de gemeentelijke, dat u daar iets meer in kunt doen dan de ketenpartners. Een huisverbod. Maar gaat u ook controleren of het huisverbod ook nageleefd wordt, bijvoorbeeld? En wie gaat dat doen? Ik bedoel, we horen heel vaak dat een huisverbod wordt opgelegd. 24 uur later of 12 uur later, dan staat de partner, die staat alweer voor de deur. Nou ja, dat zijn verhalen die ik dan wel. Maar goed, dat moet wel nageleefd worden, een huisverbod. En een ander punt is, u noemt dan even de partner, maar er zijn ook altijd kinderen vaak bij huiselijk geweldzaken. Dus de neveneffecten die zijn groot dan alleen maar even, met alle respect, dat iemand mishandeld wordt in de thuissituatie. Want de kinderen zijn er. Dus het hele systeem is natuurlijk onrustig. Er wordt van alles ingezet. En misschien is dat voor u en voor de gemeente ook wel eens een goed om na te kijken. Wat moeten wij allemaal dan inzetten voor al dat effect van zo'n huiselijk geweldzaak? Want die is enorm. En het kost ook heel veel geld. Dus ik denk om daar na te gaan, misschien moet je dan ook eens één hulpverlener die een soort generalist is op allerlei gebieden. Dat die dan juist met huiselijk geweld met de kinderen, met de ouders of met de partner of met de opa en oma's, met de buren, om die dat te laten coördineren. Maar dat is even wat ik dan meegeef, voorzitter. Dank u wel, meneer Klinkhamer. Mevrouw de Jonge. Nou ja, dat is die regietaak die makkelijk lijkt, maar heel ingewikkeld is. Ik maakte net per ongeluk een grapje over huiselijk geweld, daar heb ik eigenlijk spijt van. Want ik vind dat een grote maatschappelijke misstand. En een afschuwelijk probleem, waarbij de recidive groot is. En dat is weer precies een reden waarom we dat denken alleen gezamenlijk te kunnen aanpakken. En dan is misschien de aanpak van bijvoorbeeld zo'n schuldenproblematiek nog wel belangrijker dan 3 keer een huisverbod met alle handhavingsproblemen. Want daar hebt u gelijk in. Dus dat is echt politiewerk, dat dan de handhaving ook feitelijk geschiet. En ik kan u verzekeren dat inderdaad de politie regelmatig dan weer opgetrommeld wordt, regelmatig dus weer op pad is om, misschien kunnen we dan beter iemand zijn schulden oplossen. En is dan het hele probleem weg. Dat is het idee. Oké, we waren bij de krimp en dat gingen we overnemen. Dan waren er van de kant van de PvdA nog een aantal vragen. Ik zal tempo iets opvoeren. Ja, dat is me wel verstandig, denk ik. Ja. Ik voel wel wat. Even kijken. De prioriteiten, nou, daar zijn we op ingegaan. Even kijken. Jij zou even doen de verschillende particuliere en sociale woningen. En welke zaken er niet op staan. Ja. Dan doe ik nog even de kwetsbare personen. Ja, dit gaat over psychische en psychiatrische mensen, maar overigens ook over verslaafde mensen. Het enige punt is, wat we hebben geprobeerd aan te geven, is daar waar iemand psychiatrisch bekend is en gewoon onder behandeling is, daar gaan wij niet over. Dat is gewoon GGZ, daar hebben we als gemeente, maar ook als veiligheidsbetrokkenen niks mee te maken. Dus pas als iemand verward gedrag gaat vertonen, dan pas komt hij bij ons in beeld. En dan gaan we kijken of er reden is om dat in gezamenlijkheid aan te pakken. Meestal is dat namelijk helemaal niet het geval.
Mevrouw Rekswinkel. Er werd de vraag gesteld over wat is het verschil in aanpak van koopwoningen en huurwoningen als het gaat over de wet aanpak woonoverlast. Nou, die is eigenlijk heel simpel, want de wet aanpak woonoverlast geldt voor alle overlastgevers. Op het moment dat het een huurwoning betreft, is de woningcorporatie aan zet. En is de woningcorporatie degene die eventueel een gedragsaanwijzing geeft, die mediation inzet en of een uiteindelijk tot uithuiszetting gaat. Betreft het een koopwoning, en dat is dus de aanvulling van de hele wet aanpak woonoverlast. Tot nu toe was het met een koopwoning vrij lastig om harde maatregelen te nemen. Hè, dus als alles al geprobeerd is. En dat wordt dan nu makkelijker, in die zin dat het nog maar de vraag is wat er qua jurisprudentie allemaal nog op komt en hoe het uitvoerbaar is. Maar het idee is dat als alles al geprobeerd is en het betreft een koopwoning, dat de burgemeester in het uiterste geval kan bepalen dat iemand voor een bepaalde tijd zijn woning uit moet. En dat doe je dan met name om de rust in de buurt weer even te herstellen. Dus of de levier of een andere woningcorporatie of de burgemeester is aan zet. Was er nog een vraag over de middelen dat er zaken als lachgas gemist worden? We houden zeker rekening met bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen en trends. Maar je moet ook kijken naar de feiten. En over lachgas is er een hoop sentiment. Maar er zijn op dit moment zijn er feitelijk nog geen aanleidingen om te zeggen we hebben echt een aanpak nodig op het gebied van lachgas en de overlast die dat veroorzaakt. Dus los even van het gebruik, gezondheidseffecten en noem het allemaal maar op. We hebben op dit moment geen overlast van lachgasgebruikers. Alcohol daarentegen uiteraard wel. Dat is wel een goed punt, dus die kunnen we nog wat beter benoemen. Waarom middelengebruik er nu zo specifiek uitkomt, is omdat dat hier gewoon heel veel speelt. Er zijn echt heel veel overlastmeldingen waarbij middelengebruik, maar lees drugsgebruik aan de orde is. En we te maken hebben met een vrijwilligheid van behandeling. Waarbij je bij alcohol, dat is wat minder taboe op de een of andere manier. Zijn mensen eerder bereid om hulp te aanvaarden en bij drugs niet. Dus op middelengebruik moet er echt nog heel veel meer geïnvesteerd worden om een beetje hetzelfde niveau van alcohol te bereiken. Voorzitter. Wel. Korte vraag. Ik wist dan hier bijvoorbeeld triant hierin. Hè? Want stel nou dat het een overdosis met drugs en met alcohol of lachgas, die noemen. Dat komt in een ziekenhuis. Hoe je het op bij de huisartsenpost, die registratie, daar ben ik natuurlijk wel heel benieuwd naar. Dus zou die nog niet meegenomen kunnen worden als ketenpaar, eventueel? Mevrouw Rekswinkel. Nou, die komt nog aan bod als we het horecaconvenant doen, want daar is het ziekenhuis in meegenomen. Wij krijgen 2 keer per jaar cijfers als het gaat over overdoses drugs, alcohol, maar dan wel gerelateerd aan horeca. Anders mag het ziekenhuis het ons niet verstrekken, maar omdat we het in het horecaconvenant hebben opgenomen, krijgen we die cijfers wel. Mevrouw de Jonge. De buurtoverlast, juridische toetsing. Ik zie een vraag van de VVD over de juridische toetsing als het gaat over de woonoverlast. Nou weet ik zelf even niet meer. Ik weet hem weer. Volgens mij ging dat over dat je de woning kon sluiten als het ging over opium. Maar er zijn 2 verschillende wetgevingen. Je hebt de Damocleswet en de Victoriawet. En je hebt eentje die gaat over als het over drugsgebruik gaat en de ander gaat als het over overlast gaat. Dus dat is wel een nieuwe wet. Nou, het is geen nieuwe wet, maar iets wat wij nu eigenlijk willen gaan implementeren. Voorzitter. Meneer Klapstra. Vraag aan mevrouw, is het dan niet noodzakelijk dat de raad daarover een verordening vaststaat, zodat de burgemeester die bevoegdheid heeft? Als het gaat om het sluiten van de woning, als het gaat om overlast, is een zelfstandige bevoegdheid van de burgemeester. Ik kijk het even daar. Ik twijfel daar namelijk aan. Mevrouw de Jonge. In dezelfde lijn lag het fouilleren tijdens de Koningsnacht of Knolsternacht. Dat gebeurde inderdaad regelmatig. Ik kan daar als ooggetuigen van vertellen.
Dat betrof vooral het overtreden van een afgesproken gedragsregel op een evenemententerrein, namelijk het niet meenemen van zelf meegebrachte alcoholische dranken. Het fouilleren valt dan onder de werkwijze die wij hebben bij evenemententerreinen, waarin je gedragsregels controleert. Hoe is het? Meneer Klopstra. De wet woonoverlast stamt uit 2017 en betreft artikel 151d van de gemeentewet. Daar staat, de raad kan bij verordening bepalen. Dank u wel. Dat klopt, dan heb ik het even verkeerd begrepen. Hij staat al in de verordening, dus we hebben hem al. En wat ik dacht dat u bedoelde is op het moment dat ze hem sluit, maar dat is een zelfstandige bevoegdheid. Maar hij staat al in de verordening. Dank u wel. Mevrouw de Jonge. Yes. De vraag van SP had ik al beantwoord, behalve die rond het enkelbandje. Interessante vraag. Raakt aan wat mevrouw Rekswinkel al aangaf, dat we heel veel gegevens niet mogen delen met justitie. Dus wij weten dat niet. Ik wil niet verhelen dat het wel een onderwerp is waar we met politie over in gesprek zijn. Of we los van het delen van gegevens die niet nodig zijn om te delen. Maar of het toch niet goed is dat je in ieder geval weet wie je in je gemeente hebt wonen. En dan misschien niet zozeer, iedereen begrijpt hier aan tafel wel waarom je daar heel zorgvuldig mee moet zijn. Maar het is natuurlijk vooral gericht op preventie. Voorzitter. Meneer Iedema. Ja, hij is aan hoor. Ja, hij brandt. Ja, dit afgelopen weekend, vrijdag, lag de telefooncentrale eruit. En het bleek dat die enkelbandjes dan ook niet meer functioneerden. Dus niemand wist meer op dat moment. En dan is het handig dat je in ieder geval als politie weet, of als gemeente weet, dat er een aantal mensen in de gemeente zitten die misschien opgehaald worden. Of moeten opgehaald worden. Mevrouw de Jonge. Ja, voor de goede orde, de politie weet het wel. Dus volgens mij op de doorvraag na, heb ik de vragen van de Christi. De Bibop, vraag rond de Bibop. Nee, het is niet zo dat we geen Bibop meer doen. De partijen waar we automatisch bij Bibop staan opgenomen in de. Nee, dat is ook mijn bevoegdheid, hè? Ja. Ja, dat mag ik gewoon zelf doen. Daar is eigenlijk niks aan gewijzigd, behalve dat we een paar partijen daaraan toevoegen binnenkort. Het is niet de bedoeling te suggereren dat we minder bieboppen of anders bieboppen. De doorvraag laat ik even aan jou over. En dan heb ik ze volgens mij gehad. Meneer Tamsma. Mag ik hem zo uitleggen dat u eigenlijk het beleid had willen actualiseren en dat eigenlijk nu gaat doen. Zoals de formulering nu in de tekst staat, krijg ik het idee van we hadden een aantal BIBOP-onderzoeken moeten doen en we hebben ze niet gedaan. Lees ik dan de tekst verkeerd? Mevrouw de Jonge. Ja. Nou, ik denk de BIBOP-onderzoeken die we hadden moeten uitvoeren, die hebben wij wel uitgevoerd. Maar het kan sterker en het kan steviger en het kan meer. Dus wat op dit moment gebeurt is dat het alleen maar bij de cruciale gevallen gebeurt. En ik zou het eigenlijk veel vaker willen doen omdat je dan ook de zogenaamde bijvangst hebt. En die missen we nu wel. En dat zou zonde zijn. Dank u wel. Dan nog even over het DOR. Dat is een landelijke ontwikkeling. Wij zijn niet de voorlopers op dat gebied, dus we hebben dat gewoon nog in te halen. Het DOR bestaat al, het staat ze ook al in onze verordening, maar wat we moeten doen is het implementeren. En dat is tot nu toe niet gebeurd.
Dus wat we willen gaan doen is een aantal bedrijven, opkopers, in samenwerking met de politie. Want die weten precies wie de opkopers zijn en waar wat vraagtekens bij zijn. Die willen wij aanschrijven dat ze zich eraan moeten houden, wat de regels zijn. En dat we ook vanaf dat moment gaan controleren. Dat zal een politie en onze eigen BOA's gaan dat op zich nemen. Dus we hebben een door, maar we hebben een geen actieve door. Zo moet je het eigenlijk zien. Mevrouw de Jonge. Ja, nog een laatste afsluiting over de Bibop. Wat we wel proberen, want Bibop is namelijk echt achterlijk veel werk. En wat een beetje merkwaardig is, is dat we soms als gemeente dezelfde partijen aan Biboppen zijn. Dus wat we wel meer proberen te doen is die gegevens delen voor zover dat mag. Het vervelende is dat je daar toestemming voor van de gebibopte voor nodig hebt. Maar ja, niet geschoten is altijd mis. Dus we proberen daar wel iets meer gegevens te delen, zodat we niet iemand die al door Oldambt is gebibopt nog een keer rustig hierover gaan doen met alle workload van dien. Goed, er is al heel veel gesproken. Zijn alle vragen daarmee beantwoord? Zijn er nog meer vragen als die van meneer Iderma alleen? Meneer Iderma, SP. Dank u wel, voorzitter. De heer Biezer refereerde daar ook al aan. Geweldzaken, hè? Dat ook in de horecagelegenheid voorkomt. Daar heb ik een vraag over gesteld. Van hoe dat komt. Dat er amper wordt gereageerd door de politie in het weekend. Vooral in de nachtelijke uren. En of dat ook beter geregistreerd kan worden. En dat beter ingegrepen kan worden. Verder heb ik nog iets gevraagd over de horeca-convenant. Over dat echt minderjarigen, dan heb ik het echt over mensen die onder de 16 zelf zijn, toch ook regelmatig alcohol in de horecagelegenheden krijgen. Wordt daar voldoende gehandhaafd? Staat er ook in het horecaconvenant wat de gevolgen daarvan zijn? Dank u wel. Meneer Mellies. Ja, voorzitter, toch nog even over dat evaluatiemomentje. De afgelopen jaren was het altijd zo, dat kregen we jaarlijks voor betreft de openbare orde, gewoon de harde cijfers van de politie. Dit zijn de rapportages van het afgelopen jaar. En dat was heel duidelijk. Het ging puur over de openbare orde. Nu zie je dit veiligheidsbeleid dat we echt wel de verbinding gaan zoeken met de zorgkant. Hè? Misschien moet ik het noemen de zachte kant. Dat is meer gemeentelijk beleid buiten de politie om. En de samenwerking daartussen, zeg maar. Ik zit toch even te zoeken of het niet veel beter is om dat ook gewoon gescheiden te doen. Dat je gewoon jaarlijks de rapportage van de politie krijgt. SEC, de harde cijfers. En het gemeentelijke beleid en zaken. Dit dan, het veiligheidsbeleid, dat we dat afzonderlijk gaan doen. Want hier komen een hele hoop onderwerpen voor. Ik denk dat dat qua evalueren voor de politie helemaal niet interessant is, direct. Om dat toch wel gescheiden te gaan houden, denk ik. Dat is even een constatering, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel. Mevrouw de Jonge. Ja, dank u wel, voorzitter. De vraag over het horeca-convenant stel ik voor. Hè, we hebben gezegd dat gaan we apart bespreken, dat we hem daar terug laten komen. En wat u schetst over de overlast, ja, dit is, ik wil niet flauw doen, maar dit is een beleidsstuk. Dit is nou typisch iets wat we, denk ik, in het gesprek met de politie terug moeten laten komen. Ik herken het niet per se. Maar het is eerder aan de orde geweest hier, dus dat lijkt me typisch iets voor het gesprek met de politie. De evaluatie en de cijfers van de politie apart houden. Eerlijk gezegd wil de politie juist, als er nou één partij groot voorstander van deze aanpak is, dan is het de politie. En die wil juist graag gezamenlijke data genereren. Ik wil u niet belemmeren om uw taak als volksvertegenwoordiger op dit terrein goed op te pakken, maar geef ons een kans. Goed, dank u wel. Ik denk dat we tot een afronding kunnen komen van dit agendapunt. Heeft u voldoende informatie om dit stuk aan te passen, aan te scherpen enzovoort enzovoort, zodat hij in november terug kan in de raad? Tenminste, dat staat in de planning. Als ik mag aannemen dat iedereen die zich er niet expliciet over heeft uitgelaten instemt met de voorgestelde prioriteiten, dan wel. Ik denk dat we daarvan uit kunnen gaan, anders
was het een gemiste kans vanavond. Afgelopen vrijdag hebben we de heidag gehad gezamenlijk. Toen hebben we ook afgesproken, mocht je van tevoren al denken van... hé, ik wil een motie hierover innemen of een amendement. Is er al iemand die dat, die gedachte opgevat heeft over dit onderwerp? Nee? Oké, dan weten we dat. Dank u wel. Het is nu bijna 9:00. Ik stel voor dat we een korte schorsing houden en dat we dan verder gaan met het volgende onderwerp. Laten we zeggen 9:05 weer verder. Als iedereen weer zit, of niet, maakt me ook eigenlijk niet zoveel uit, dan heropen ik de vergadering. We zijn bij het agendapunt gekomen, agendapunt 7, het gemeentelijk verkeer en vervoersplan. Ik wou zeggen, ja, deze klopt wel. En dan geef ik mevrouw Brongers het woord als portefeuillehouder. Ja, dank u wel, voorzitter. Inderdaad, het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. Het heeft even in de maak geweest, zeg maar. Dat heeft u ook kunnen lezen. Vorig jaar hebben wij u geïnformeerd over het proces. Het grote plan ligt nu voor en ik noem het met recht het grote plan. Dus het is ook echt kaderstellend om van u te horen of wij... deze richting kunnen bewandelen om te komen tot verder beleid. Daartoe hebben wij een presentatie gemaakt. Die zal de heer Enzing zometeen met u delen. Om de cijfers bijvoorbeeld uit de enquête nog wat te duiden. Het geeft u ook de gelegenheid om daar wat wellicht technische vragen over te stellen. Aan het eind van de presentatie sluiten wij af met de vragen die u ook... in de beslispunten hebt kunnen waarnemen. Zijn wij kunnen zich vinden in het proactieve beleid als het gaat om risicogestuurde aanpak, als het gaat om de verkeersveiligheid. En kunt u zich vinden in de genoemde doelstellingen zoals wij die geformuleerd hebben per koerslijn. Daar wou ik het in de introductie maar even bij laten. En dan geef ik graag via de voorzitter het woord aan de heer Enzing. Ja, dank u wel. Het is dus de bedoeling dat meneer Enzing gewoon zijn presentatie kan doen en dat we achteraf de eventuele vragen stellen. En nu het woord, meneer Enzing. Ja, dank u wel, voorzitter. Gemeentelijk verkeer en vervoerplan 2019-2030. Ons oude beleidsplan verkeer en vervoer stond nog in onze structuurvisie, die al behoorlijk gedateerd is. Het plan... in verband met de herindeling die destijds op handen was, hebben we toen afgesproken om het beleidsplan op te maken op het moment dat de herindeling daar had plaatsgevonden. Dat was wel het meest handig natuurlijk voor een hele gemeente. Alleen dat ging niet door. En daar nu dat verkeer- en vervoerplan en ook later dan eigenlijk zou moeten. Verkeer, dat aanpak, plan van aanpak, daarin, nou, zoals de wethouder heeft aangegeven, is een startnotitie voorop opgesteld. Het bestaat eigenlijk uit vier fasen, het plan van aanpak. En de startnotitie die is op 2 oktober vastgesteld en we zijn nu bezig in, met de verkenning van, het, van de knelpunten in onze gemeente. We moeten natuurlijk in eerste plaats weten wat, waar de knelpunten zich bevinden. Kunnen we op verschillende manieren kunnen we dat natuurlijk doen. En dat gebeurt onder andere aan de hand van een web-enquête. Dat hebben we uitgevoerd op, in oktober en november in 2018. We hebben de huidige verkeerssituatie geïnventariseerd. En daarvan heeft u ook de bijlagen ontvangen. En uiteraard op basis daarvan willen we de uitgangspunten voor het nieuwe te formuleren beleid opstellen. En onder andere deze openerende bijeenkomst is mede ook bedoeld om de juiste formulering te krijgen voor het op te stellen beleidsplan.
Nou, de resultaten van de web-enquête, die wil ik even in vogelvlucht even met u doornemen. U hebt ook dat uitgebreid in de bijlagen kunnen zien. Het respons. Nou, we hebben onder andere gevraagd, waar woont u in de gemeente Stadskanaal? Dus het opvallend is dat de meeste reacties ook komen uit de plaats Stadskanaal zelf, maar ook uit Musselkanaal. En wat minder uit de dorpen daaromheen. En gelukkig ook een aantal inwoners buiten onze gemeente hebben gereageerd. En de vraag van hoe neemt u deel aan het verkeer? Nou, meesten die komen met de auto of met de fiets of gaan lopen. En de leeftijd staat onder andere, hebben we nagevraagd. En met name de oudere inwoners hebben op de enquête gereageerd. Nou, en man-vrouw, dat is een lichte, meerdere vrouwen dan man, maar het verschil is maar klein. Hoe beoordeelt u over het algemeen het fietsen in de gemeente Stadskanaal? Nou, dat is matig voldoende. En een aantal geven ook wel slecht aan. Dat heeft onder andere te maken met een aantal situaties in het centrum van Stadskanaal. Daar komen we straks nog wel even op. Fietsveiligheid, hoe beoordeelt de verkeersveiligheid op fietsroutes in de gemeente Stadskanaal? Dat was een vraag. En, matig slecht. Het is niet echt een voldoende. Maar mensen konden ook op een kaart aangeven waar ze de knelpunten ervaren. En dat is de kaart van Stadskanaal. Dat is deze bijvoorbeeld, met name hier op de pleinlijnroute, zeg maar. En de kruispunten komen veel klachten of meldingen binnen. Maar ook hier bij de Drouwende Mond, zeg maar, met de brug hier en de Hoofdstraat. En hier bij, dit is de Amerikalaan. Nou, in de eerste Exloermond komen veel meldingen binnen. En hier ook op de Kruisstraat A-weg in Musselkanaal. Ook een aantal vragen over de autobereikbaarheid. Kunt u goed en gemakkelijk met de auto in Stadskanaal komen? Nou, de meesten geven wel voldoende aan. Die hebben er over het algemeen weinig problemen mee. Beoordeel de verkeersveiligheid voor automobilisten in de gemeente. Dat is weer iets minder. En ook matig. En dat heeft ook onder andere te maken met het centrum in Stadskanaal. En de vier tonnes die we daar hebben liggen. Nou, wat vindt u van het parkeren in het centrum Stadskanaal? Ik vond het wel even leuk om even aan te geven dat parkeren over het algemeen voldoende parkeren is. Een aantal geeft ook wat matig aan. Maar dat heeft meer ook te maken waarschijnlijk met de vindbaarheid, de verwijzing naar het parkeren in het centrum van Stadskanaal, naar parkeren in het Musselkanaal. Een groot aantal geeft aan geen mening. Dat kan ook zijn dat de mensen die voornamelijk bezoekers van Stadskanaal zijn, geen bezoekers van Musselkanaal zijn. Voetgangers, de verkeersveiligheid voor voetgangers in de gemeente. Nou, voldoende, matig zijn er ook een flink aantal. En de voetpaden en oversteekvoorzieningen, nou ook voldoende en matig. En dat heeft ook vooral te maken met het ontbreken van de voorzieningen daarvan. Nou, het algemeen vragen van ervaart u wel eens overlast van het gevolg van het verkeer? Een groot aantal geeft aan zelden overlast te hebben, maar ook heel veel geeft aan regelmatig overlast te hebben. Dat heeft ook vooral te maken met de snelheid van het verkeer in woonwijken bijvoorbeeld. En waar zou de gemeente volgens u het meeste aandacht aan moeten besteden? Nou, met name aan de verkeersveiligheid, maar ook fietsvoorzieningen. Met name de zwakkere verkeersdeelnemers onder ons behoeven extra aandacht. Nou, dan de huidige verkeerssituatie. We hebben ook de huidige verkeerssituatie geïnventariseerd. We hebben gekeken naar de functieindeling wegen, maar snelheidsovertreding ook, maar naar de aantal ongevallen hebben plaatsgevonden. Nou, en we hebben ook specifiek even gekeken naar het fietsverkeer, hoofdnetwerk en de ongevallen daarvan. Dit is de functieindeling van wegen zoals dat nu is. De rode routes die op de kaart zijn aangegeven, dat zijn de wegen in provinciaal beheer en eigendom.
De groene routes die op de kaart staan aangegeven binnen de bouwde kom, dat zijn de 50 kilometer wegen. Dat is over het algemeen ook met gescheiden fietspaden. Alle overige wegen binnen de bouwde kom die niet aangeduid staan of heel vaag, dat zijn de 30 kilometer wegen. En buiten de bouwde kom is hoofdzakelijke 80 kilometer wegen. Dit is ook wel een interessant plaatje. Wij zijn lid van Viastad. Viastad verzamelt ongevalgegevens en die verwerkt ze ook. Maar ook snelheidsovertredingen. De basisvloer, floating car data noemen ze dat. Tegenwoordig rijden alle auto's met heel veel elektronica en met navigatiesystemen. Men kan ook precies nagaan hoe hard er gereden wordt op de diverse wegen. Als je dat dan afzet tegen onze functieindeling van wegen, kun je dus ook precies nagaan waar te hard wordt gereden. Het zijn allemaal anonieme data. Als u bijvoorbeeld hard gereden heeft, dan weten wij dat niet, gelukkig. Nou. Maar dit kaartje geeft dus weer waarom het hard gereden wordt. En dat is bijna overal. Maar dat betekent dus ook dat wij dat allemaal doen, blijkbaar, met z'n allen. En sommige wegen een lichte overtreding en sommige wegen met een overtreding, dat is bij enige mate, maar ook zware overtreding, waar echt veel te hard wordt gereden. En er zijn andere belangrijke routes. Ik kijk even de provinciale wegen daar gelaten, maar dit is bijvoorbeeld de parallelweg langs de N366. En de hele route langs het Stadskanaal wordt praktisch overal te hard gereden. En ook dit soort wegentjes hier, op die plekken. Maar allemaal te hard gereden. Als je op de N366 zit en er rijdt er iemand parallel weg, dan denk ik dat hij op een snelweg zit of zo. Nou, als je even dit overzichtje geeft even aan de percentage waarop 80 kilometer per uur en de 60 kilometer per uur, 50 kilometer per uur. Als je kijkt naar de 50 kilometer per uur wegen, de percentage geweest wordt daar het meest te hard gereden. Ja, als je hier naar kijkt bijvoorbeeld, deze 50 kilometer per uur wegen, en hier is de scheiding, de helft rijdt te hard. Als je kijkt naar de 30 kilometer per uur weg, daar wordt ook wel te hard gereden, maar verhoudingsgewijs minder veel te hard dan op de 50 kilometer per uur wegen. En bij 80 kilometer per uur wegen is dat ook. Dit zijn namelijk de wegen die in onze gemeente voorkomen, deze. En deze komen ook in onze gemeente voor en op een aantal plekken ook deze. 100 kilometer weg komt ook in onze gemeente voor, maar is niet onze weg. En dat is een provinciale weg, dat is de N366. Nou, we hebben ook nog een 70 kilometer per uur weg. En dat is een stukje Nautilusweg vanaf de Borgenweg richting de brandweerkazerne, de voormalige brandweerkazerne moet ik zeggen, richting Atlantislaan. Daar hebben wij een stukje 70 kilometer, dat is een provinciale weg. Er zijn ongevallen op kaart weergegeven in de periode van 2017-2018. De groene stippen, daar staat ook een cijfertje in. De groene stippen zijn alleen ongevallen met materiële schade. Er is ook een rood stipje bij, dat is een dodelijk ongeval geweest. Dat is tegenover de Onstwedderweg. Daar is een mevrouwtje in het water terechtgekomen. En er zijn een aantal gele stippen bij en dat zijn ongevallen met letselschade. Dan hebben we hier een overzicht 2015 tot en met 2018. Het verloop van het ongevallenbeeld. Er is een tijdje is er een daling geweest. Ik moet even terug. Waar staat dat? Vorige dia? Die. Ik kan het beter. Vanaf dit moment hebben we dus in 2016-2017 hebben we geen dodelijke ongevallen gehad, wel de letselongevallen. De rode zijn de letselongevallen. Er is een stijging geweest naar 2017 en vervolgens weer een daling. En wat je naar het laatste kwartaal 2018 ziet, dat er weer een stijging is. En de verwachting is ook dat die stijging in 2019 zich ook doorgaat. Voorzitter. Zetten.
Mevrouw Luiken. Het kaartje hiervoor van Musselkanaal, hè? Er zit één punt bij, daar zie je allemaal een geel eentje en drie groene. Waar is dat precies? Want als ik het kaartje vergroot, zie ik niet. Dan wordt het alleen maar onduidelijk. Laag, beneden. Het kaartje van Musselkanaal. Nee, Musselkanaal, dat andere kaartje, daarboven. Daarbovenin. Ja. Daar, ja. Waar is dat precies in Musselkanaal? Ja. Sorry, daar is de rondom, daar is er een klap. Oké. En is een stukje daarvoor is de... Is de kruising op de eerste kruising op de Kruisstraat? Deze bedoelt u? Ja. Dat is de Badstraat. Ja, de eerste kruising op de Badstraat. Oké, dankjewel. Voorzitter, even een ordevraag. Ik dacht dat wij na de presentatie vragen konden stellen. Of kan het nu ook tussendoor? Nou, want ik ben ze aan het opsparen en dan hoef ik niet zoveel te schrijven. Ik ben blij dat u ze opspaart. Maar ik was in de veronderstelling dat mevrouw Luiken geen duidelijkheid had wat het kaartje bedoelde. En als we straks natuurlijk teruggaan van sheet 5, die heb ik nog een vraag over. Stond daar een eentje of een tweetje? Ja, dat wordt een beetje lastig. Dus vandaar dat ik deze vraag toestond. Dus in 2018 hebben we dus ook twee dodelijke ongevallen. Dit is een overzicht van ongevallen versus leeftijd. Vanaf 1 jaar tot en met 91, 92 jaar. En je ziet hier vooral dat de jongeren rond 15, 16, 17 jaar daar een groot aandeel hebben in het aantal letselongevallen, de jonge bestuurders. Dan zie je ook vooral, met name onder de oudere leeftijd, ook een toename van het aantal letselongevallen. Maar daar vinden ook vooral de dodelijke ongevallen plaats, onder de oudere verkeersdeelnemers. Dit is het hoofdfietsroutenetwerk. Langs de 50 kilometer wegen binnen de Boudekom, daar liggen overal de vrijliggende fietspaden. En buiten de Boudekom ligt langs de Musselweg en langs de Ter Maas en ligt ook een vrijliggend fietspad en Alteveer langs de, niet langs de Beumeesweg, maar vanaf ons verder richting Vlagwedde ligt ook een vrijliggend fietspad en de Zand. En richting Holte ligt ook een vrijliggend fietspad. En de Zandtangerweg ligt een vrijliggend fietspad en Mussel en Vledderveen. Het volgende plaatje, de fietsongevallen 2014-2018. Dit zijn dan die twee, die rode, deze twee. Dat zijn de dodelijke ongevallen die hebben plaatsgevonden. Die eentjes, dat zijn weer die gele eentjes, dat zijn weer de letselongevallen. En de groene, dat zijn weer de ongevallen met alleen materiële schade. Je moet voor de ongevallen wel zeggen dat dit alleen maar de geregistreerde ongevallen zijn. Buiten dat vinden natuurlijk veel meer ongevallen plaats die niet geregistreerd zijn. Daar hebben wij geen beeld van. Dit zijn dus alleen de geregistreerde ongevallen. Met name de letselongevallen is de registratiegraad het hoogst. En de materiële schade is de registratiegraad erg laag. Nou, dit is een overzichtje van de verkeersslachtoffers versus de vervoerswijze. Wat hier dus opvalt is dat met name onder de fietsers, het aandeel fietsers bij de letselongevallen hoog is. Als je de fietsersongevallen, de fiets, de e-bike en de bromfiets bij elkaar optelt, is dat zelfs meer dan de personenauto, de automobilist. Nou, proactief beleid. Wat is dat precies? Het Rijk heeft een nieuw structuurplan verkeersveiligheid opgesteld. En die structuurplan verkeersveiligheid die is nieuw beleid. Dat is actief beleid van analyse van de grootste risico's.
14 februari 2019 is er een startakkoord getekend door Rijk, VNG en IPO over het nieuwe structuurplan 2030. Het doel Rijksbeleid is om in 2050 naar nul letselongevallen te gaan. En om dat te kunnen bewerkstelligen, stellen ze dus voor of willen ze naar een risicogestuurde aanpak. Het Rijk biedt de regionale en gemeentelijke overheden ondersteuning bij het opstellen van de uitvoeringsagenda 2020. En het Rijk die doet dat door middel van ondersteuning, door middel van externe expertise. Een regionale uitvoering, coördinatie ligt hier bij ons, bij de provincie Groningen, het Verkeer en Vervoerberaad. Het Verkeer en Vervoerberaad die gaat binnenkort starten met het opstellen van zo'n regionale agenda. Die gaat dus ook op basis van risicogestuurd analyse, gaan ze de gevaarlijkste routes analyseren om tot een gezamenlijk aanpak te komen. Dat doet ze dus in regionaal verband ook met omliggende gemeenten en samen met de provincie. En dat doen ze op basis van SPI's, noemen ze dat dan, 70 performance indicators. Dat zijn prestatieindicatoren veiligheid. Een aantal van die factoren zijn bijvoorbeeld snelheid, de infrastructuur, de fietsinfrastructuur, maar ook alcohol, het gedrag. En al die indicatoren worden geanalyseerd en op basis daarvan wordt gekeken van wat zijn nou de meest risicovolle locaties waar het risico op een ongeval het grootst is. En daar zou het beleid ook op, de aanpak ook op gebaseerd moeten zijn. En dit is zo'n voorbeeld, als je kijkt naar snelheid en ongevalscore, zeg maar, van de afgelopen periode. En je kijkt naar de snelheden die gereden worden, zijn dit eigenlijk de routes waar de risico op een ongeval het grootst is. En die dus ook een specifieke aandacht vragen. En die zitten natuurlijk ook een aantal provinciale wegen tussen. Maar ook gemeentelijke wegen, vooral de hele weg langs het kanaal, is zo'n risicotraject waar het risico op een ongeval vrij hoog is. En dat heeft ook onder andere te maken dat de weg langs het kanaal ook als een doorgangsroute wordt gezien. Er zit veel doorgaand verkeer ook op, ook in het centrum van het Stadskanaal. Daar hebben we ook een onderzoek naar gedaan. En ruim 30% van het verkeer wat gebruik maakt, bijvoorbeeld van de Hoofdstraat, is doorgaand verkeer. Is geen bestemmingsverkeer. Nou, de vragen, zoals die ook in het voorstel staan, kunt u zich vinden in een proactief aanpakbeleid van risicogestuurde aanpak. Dat kan dus betekenen. We krijgen natuurlijk veel meldingen binnen over verkeersonveilige situaties. Dat kan kan op verschillende locaties zijn, kan in de wijk zijn. Maar het kan ook subjectief van aard zijn. Maar waarschijnlijk valt hij niet onder een risicovol traject. En dus de keuze bepaalt heel sterk van welke locatie ga je wel aanpakken, welke locatie ga je niet aanpakken, waar heeft de hoogste of niet aanpakken, maar wat heeft de hoogste prioriteit. En dan hebben we nog een aantal doelstellingen per koerslijn geformuleerd. Er zijn ook heel veel algemene koerslijnen natuurlijk ook doelstellingen die in onze huidige visiedocument staan. Dat was het, voorzitter. Ja, dank u wel. Ik wil eerst graag de technische vragen even inventariseren. Wie heeft er naast meneer Hofstra nog technische vragen? Oké, meneer Hofstra mag eerst, Partij van de Arbeid. Ja, bedankt voorzitter. Ik had inderdaad nog wat technische vragen. Eigenlijk zijn die ook een beetje samenhangend met het onderliggende stuk, maar waar ze dan precies terugvinden kunnen. De eerste vraag is over de Onstwedderweg. Die zag ik in het stuk als, volgens mij, als erfontsluitingsweg. En dan staat er in de legenda van het, niet van de presentatie, maar in het onderliggende stuk, staat dat 60 kilometer is. Maar dat is 80. Dus ja,
Of dat is de ambitie dat het 60 wordt, of dat is, nee, dat was dus even onduidelijk. Blijkbaar. Ja, wat me verder opvalt, het zijn gelukkig natuurlijk relatief kleine getallen, hè, zowel voor de ongelukken als voor de respons van de inwoners. Maar ja, dat wil natuurlijk wel, dan zegt het natuurlijk wel minder. En de getallen zijn ook absoluut en niet relatief. Kijk, als er meer fietserongevallen zijn dan bijvoorbeeld ongelukken met personenauto's. Maar als de fiets ook meer wordt gebruikt, is dat ook logisch. Dus misschien dat daar ook nog wat verduidelijking op kan worden gegeven. Voor zover echt technische vragen, denk ik dat dit het wel was, voorzitter. Goed, dank u wel. Meneer Tamsma, ChristenUnie. Nou, eerst één korte vraag waar ik dacht al het antwoord op te gaan krijgen, maar even toch om het scherp te krijgen. Bij de risicogerichte doelstellingen, dan wordt er eerst gekeken naar de objectieve criteria, als ik het goed begrijp. En de tweede, daar twijfel ik of hij technisch is of al ietsje verder gaat. In de drie koerslijnen staan een aantal dingen. Er wordt gesproken over rekening houden met milieu. En rekening houden met veiligheid. Op een ander punt een uniforme wegstructuur. En aan de andere kant staat er dan fietsers voorrang geven op belangrijke routes. En daar zit voor mij iets van een tegenstelling in. Oftewel, daar zult u een afweging moeten maken voor mijn gevoel. Kunt u iets aangeven hoe u dat doet dan? Dank u wel. Meneer Van der Heijden, ChristenUnie. Ja, dank u wel. Ik had een vraag met betrekking, ja, ik denk wel dat hij technisch is, maar ik zag een overzichtje van geregistreerde ongevallen. Maar dan gaat het over, tenminste op de kaartjes en in de statistieken, over Stadskanaal en Musselkanaal. Zijn er geen geregistreerde ongevallen in omliggende dorpen, zoals Alteveer, Onstwedde, Mussel? En de webenquête, dus heel weinig ingevuld door dezelfde dorpen. Het lijkt me stug dat daar geen behoefte aan was. Ik vraag me nou, hoe is dat aangekondigd? Hoe zijn mensen benaderd, laat ik zo zeggen? Dat was hem. Dank u wel. Nog een technische vraag, meneer Maarsing. In de Stadskanaal werkt duurzaam, bereikbaarheid en duurzaamheid. Er staan hier ook een aantal punten in, op de sheet. Er staat duurzame voertuigen in openbaar vervoer. Kunnen wij dat als gemeente realiseren? Nou, oplaadvoorzieningen is wel duidelijk. Dat betekent natuurlijk gewoon oplaadvoorzieningen, stekkers voor elektrische auto's. Maar dan staat er vervolgens weer beheersen uitstoot schadelijke stoffen. Is dit technisch, meneer Maarsing? Ja, dat is een technische vraag. Ja. Ik vraag wat daarmee bedoeld wordt. Oké. Althans, dat wilde ik vragen. Ik was nog niet zover. Beheersen uitstoot schadelijke stoffen en geluidsbelasting. Wat betekent dat nou precies? Is dat zeg maar diesels verbieden of wat kun je er nog meer bij? Geen rubberen banden meer om auto's. Wat bedoelt u daar nou precies mee? Dank u wel. De technische vragen mogen beantwoord worden, de niet-technische vragen door mevrouw Brongers. Onstwedderweg 6080. Beoogd is 60, maar feitelijk is het 80. De eerste plan hadden wij door oorspronkelijk in het buitengebied overal de 60 kilometer wegen. Daar was destijds geen draagvlak voor en is niet gerealiseerd. Maar wel een aantal wegen aansluitend aan de bebouwde kommen, maar naar een overgang van 30 kilometer hebben wel een aantal 60 kilometer trajecten. Er zijn een aantal gerealiseerd inderdaad, maar zoals de Onstwedderweg nu is gerealiseerd, is een beleiding van 60 kilometer op een 80 kilometer per uur weg.
Met andere woorden, er zit geen afstreep op. De fiets... even kijken. Overige dorpen, hoe die worden benaderd. Nou, we hebben heel uitgebreid gecommuniceerd via de wijkraden. En we hebben in de dorpen, drie dorpen, hebben wij bijeenkomsten gehouden. Integrale bijeenkomsten, waaronder ook dit verkeersveiligheidsbeleid in. Daar zijn de bewoners uitgebreid geïnformeerd. En ook geprobeerd aan te sporen de enquête zoveel mogelijk in te vullen. En uiteindelijk is dit het resultaat. Of er in andere dorpen ongevallen gebeurd zijn, er zijn ongetwijfeld ongevallen gebeurd. Alleen de geregistreerde aantallen zijn aanzienlijk minder dan de dorpen die hier genoemd zijn. De vraag van de heer Hofstra van de Partij van de Arbeid was mij een beetje onduidelijk over de relatie met de fietsongevallen. Kunt u die vraag herhalen, meneer Hofstra? Ja, de onderzoeksresultaten en de ongelukcijfers zijn natuurlijk absoluut. Ja. Maar als er meer fietsers zijn, dan is het logisch dat daar ook meer ongelukken mee zijn. Dat zegt niet zozeer wat over de veiligheid. Statistisch zegt dat niet zoveel, zeg maar. Nee, maar wat wij natuurlijk wel proberen is dat we meer mensen op de fiets krijgen. Daardoor krijg je uiteraard meer fietsbeweging, maar we proberen op basis van deze aanpak natuurlijk de fietsinfrastructuur wel zodanig te realiseren dat het zo veilig mogelijk voor de fiets is. Mevrouw Brongers. Ja, ik begrijp uw vraag en ik denk dat het goed is om aan te vullen dat vanuit dit soort gegevens en getallen juist belangrijk is om over te gaan op die risicogestuurde aanpak. Want dat is waar we een beetje naar zoeken. Hè? Wat zeggen getallen ons? Kijk, de ambitie van het Rijk is helder. In 2050 geen ongevallen, dan wel slachtoffers meer. Dat is een enorme ambitie, laat ik het zo zeggen. Dat zou heel mooi zijn. Want elke slachtoffer in het verkeer, dat is er gewoon één te veel. Daarover bestaat ook vanuit onze gemeente, en ik denk ook samen met u, geen enkel misverstand. En dus is het een grote uitdaging hoe wij in die richting kunnen komen om het aantal slachtoffers zo laag mogelijk te laten zijn. Want dat heeft u ook in de tekst kunnen lezen. Het gedrag doet er altijd toe. Als we de plaatjes zien van hardrijders, en meneer Enzing noemde dat al, ja, dat doen we echt met z'n allen. En ook ik ben niet zo braaf dat ik nimmer de toegestane snelheid overtreed. Dat mag u niet verder vertellen. Maar dat is de realiteit en daar moeten wij ons ook bewust van zijn. Dus als het gaat om de relatieve aantal getallen, dan is het juist belangrijk dat wij toegaan naar die risicogestuurde aanpak, waarin we de getallen kunnen duiden, maar ook andere gegevens daarnaast, zodat we causale verbanden hebben wat verkeersonveiligheid bewerkstelligt en wat wij daar dan aan kunnen doen. Goed, dank u wel. Tot zover de beantwoording hiervan. We hebben nu twee vragen. Voorzitter. Ja, meneer Tansen. Ik had twee vragen gesteld. En ja, ik zie dat meneer Ensing daar nu op wil reageren, maar dat ligt aan mij. Sorry, meneer Ensing. Wilt u de microfoon aandoen? Excuus. De heer Maasing, over het duurzaam vervoer. Wij hebben natuurlijk regelmatig overleg, maar ook met het OV-bureau over het inzet van materieel. En uiteindelijk, wij gaan daar natuurlijk niet over, maar wij kunnen bestuurlijk natuurlijk wel onze inbreng
doen daarin. Dus het is wel van belang dat wij aangeven dat duurzaam voor ons hoge prioriteit heeft. En het beheersen duurzaam, nou ja, bijvoorbeeld de dieselauto's weer, en dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Precies, dat wil ik vragen, wat u daarvan zegt. Ja, ik denk dat wij, goed, die discussie zal uiteraard later komen. Maar het is de vraag of de nieuwe dieselauto's, die discussie ontstaat nu, of die toch niet het allerschoonste is, maar die discussie wachten wij af. Maar u kunt het, u weet ook dat als je de snelheid vermindert, de uitstoot met dezelfde hoeveelheid terugloopt. Kijk, als ik 100 kilometer in mijn auto rijd en ik kijk even op dat ding, op dat schermpje, zeg maar, dan zie ik dat mijn brandstofverbruik de helft is van bijvoorbeeld 130. En dat kun je ook terugtrekken. Dus je zou ook kunnen zeggen, wij willen de snelheid beperken waar het gaat om luchtvervuiling. De vraag is of wij dat nu wel hebben in Staatskanaal natuurlijk. Dus wat ik eigenlijk wilde zeggen is, laten we alsjeblieft niet te veel, zeg maar, bestuurders, politici, deskundigen en ondeskundigen napraten als het gaat over schonere lucht door verbod van auto's. Zover zijn wij toch nog niet op het platteland. Meneer Ernsing. Ik noem het maar als voorbeeld, maar staat genoteerd. Die andere vraag. De vraag van Milieu en veiligheid, de koerslijn, even kijken hoor. Ik moet hem er even bij pakken. Wilt u de vraag herhalen, meneer Tamsma? Ik zal de betreffende onderdelen er even bij pakken. Maar ik heb hem in algemene zin gesteld en zo bedoel ik hem eigenlijk hier ook. Stadskanaal pakt aan, daar staat bijvoorbeeld inderdaad aanpakken van onduidelijke en of onveilige verkeerssituaties. Ja. Daar staat dan voorrang van fietsers en voetgangers op de belangrijke verbindingen. Maar daarboven staat dus, als ja, helemaal bovenaan die kop staat, het aantal verkeersslachtoffers wordt teruggedrongen door toepassing van uniforme, duurzaam veilige en sturende infrastructuur. En dan denk ik, ja, uniforme infrastructuur, dat houdt voor mij in dat we landelijk allemaal hetzelfde doen. En voor mijn gevoel botst zoiets met elkaar. En datzelfde heb je inderdaad met een tegenstelling van milieu en veiligheid. Milieutechnisch ben ik erbij gebaat dat ik gewoon met een constante snelheid kan doorrijden. En qua veiligheid zal er een rotonde die weg moeten. Dus ergens botst dat. En gewoon in algemene zin, dan heb je dus een dilemma. En hoe gaat het met die dilemma's om? Ja, dat is best wel een lastige. Kijk, en dat moeten we dus ook dan moeten we ook basis voor die analyses moeten we dat gaan onderzoeken. Kijk, wat we natuurlijk wel nastreven is een uniforme infrastructuur, zodat het voor iedereen duidelijk is. En daarvoor hebben we die richtlijnen van het CROW. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de rotondes. Die overal in de landen is de fietser daar in de voorrang, behalve hier in het noorden. En je ziet het wel steeds meer gebeuren hier in het noorden. Dus in die zin, kijk, ook de provincie, daar is ook verder een onderzoek naar van hoe ga je die voorrang dan regelen, zodat het voor iedereen ook duidelijk is. En ja, kijk, de discussie over de auto's en de uitstoot. Ik denk niet eens dat we zo lang nog auto's met brandstofmotor hebben, maar dat er andere alternatieven zijn. En die kan je natuurlijk ook stimuleren. Voorzitter. Mevrouw Brongers. Oh, daar kijk je mij. Oh.
Ja, ik kijk u aan omdat ik u zie dat u ook een vraag heeft, maar ik wil eerst het woord aan mevrouw Brongers geven. Dat was de reden dat ik u aankeek en mevrouw Brongers noemde. Ja, nog even een toelichting op de vraag van meneer Tamsta van het bord staat niet. En hoe doet u dat dan? Dat is nou precies de vraag die ons voorligt de komende tijd. En dat doen wij niet alleen, maar dat doen wij gezamenlijk met onze partners. Dat wil zeggen een afvaardiging van verkeersgebruikers, bijvoorbeeld gehandicaptenplatform, de afvaardiging van de Q-bus, afvaardiging van de hulpverleningsdiensten en afvaardiging van de politie. En Veilig Verkeer Nederland niet vergeten. En met die partners gaan wij de discussie aan en dan komen we uiteindelijk op van waar ligt nu de prioriteit en wat is het beste om in deze situatie te doen. Dus de vraag heel goed en die vraag stellen wij onszelf ook en daar gaan wij mee aan de slag op deze manier. Dank u wel. Meneer Klinkkamer, u had een technische vraag. Daar zijn we wel heel goed in, denk ik, in technische vragen. Want ik hoor niks anders dan niet technische vragen. Dus mijn opmerking is ook van, waar is nu een beetje de structuur die u nu gaat inbouwen? Daarom vraag ik ook of u een technische vraag. Als dat niet het geval is, dan gaan we gewoon verder. Nee, en dan gaan we nu het inhoudelijk behandelen. Ik krijg de indruk dat er geen technische vragen gesteld worden. En dat was wel de afspraak. Dank u wel voor uw advies. Ik wil nu graag, we hadden net twee vragen op het scherm staan, misschien kan meneer Ensing die er nog even weer opzetten. Die staan trouwens ook overigens in een stuk. Het is de bedoeling dat we dit openieren en behandelen, dus dat we nu het in de grote groep gooien, nu de technische vragen beantwoord zijn. Dank u wel, meneer de Klinkhamer. Wie wil daarover het woord voeren om het openierend te behandelen? Meneer Tamsma, meneer Klopstra, meneer Hofstra, meneer Merlis, mevrouw Luiken, meneer Biesen, meneer Pals en meneer Wiersema. Meneer Wiersema, aan u het woord. Oh. Ja, hartelijk dank nogmaals voor de presentatie. Allemaal heel erg duidelijk voor ons. Wij kunnen ons zich er wel goed in vinden. Alleen we hadden natuurlijk nog wel wat vragen. En dat ging vooral een beetje over de richting duurzaamheid, elektrische auto's. Er staat duidelijk in jullie plan dat het gaat over de inzet van oplaadpalen voor elektrische auto's. En ik was toch wel een beetje benieuwd hoe u dat voor u ziet. Om wat voor aantallen gaat het? Waar zouden die kunnen komen te staan? Maar ook een beetje met de toekomst. Zoals ik al, steeds meer mensen rijden elektrisch. Dus ik ben wel een beetje benieuwd hoe u dat voor u ziet. Dank u wel. Meneer Pals. Ja, voorzitter, dank u. Ja, voor ons ligt dat stuk wat we tot 2030 blijkbaar mee moeten doen over onze mobiliteit en onze visie op verkeer en Stadskanaal. Dus daarom triggert mij ook eigenlijk de doelstelling Stadskanaalpact aan. En ik heb daar toch een paar vragen over. Dat is, we hebben de treinverbinding Stadskanaal-Emmen. Dus dat hoop ik dat u dat werkelijk binnen 2030 heeft gerealiseerd. Anders had u het niet opgeschreven, denk ik. Ik hoop dat de wethouder dat een beetje kan beamen. Het vervoersknooppunt bij treinstation PNR. Ik neem aan dat u daar de exacte locatie is toch al bekend. Dus dat u daar de startlocatie daarmee bedoelt. Waar alle modaliteiten samenkomen. Maar ik hecht er toch aan dat dat een beetje sharp wordt neergezet. Dus dat het de start wordt. U heeft het over aanleg snelfietsroutes tussen belangrijke locaties. Het is mij een beetje onduidelijk wat u met locaties bedoelt. Bedoelt u locaties binnen onze eigen gemeente? Of bedoelt u echt een fietssnelroute met andere gemeentes? Zoals naar Borger-Odoorn of naar Veendam. U kunt het invullen. Maar ik hoop wel dat u met een fietssnelroute ook de verbinding met onze buurtgemeentes gaat benoemen. In de woonkernen, u heeft het over duurzame vervoerswijzen. Dan denk ik van ja, wat ik mis in het stuk, en als we daar tot 2030 mee moeten doen, dan denk ik toch dat
Dat ontbreekt gewoon wat. Ik bedoel, als u het heeft over fijnmazig vervoer binnen deze gemeente, dan heeft u het gewoon niet over. Ik vind dat heel jammer. Ik bedoel, ik zie ook niet dat u iets van een alternatief heeft, een zelfrijdend vervoer, of dat u denkt van als ik achter in een woonwijk woon, hoe kom ik dan via met het OV, hoe kom ik dan makkelijk in het centrum? Dat mis ik totaal in dit stuk. En dan hoop ik wel dat u tussen nu en 2030 daar toch eens een mooi plan voor neerlegt. Wat ik ook mis is de ketenmobiel stimulerende goede aansluiting in de dienstregeling, het OV. Ja, ik mis daar, ik heb in de krant heb ik daar iets van vernomen, dat is of gelezen, hè, dat is nu aangenomen. Maar ik had toch graag in dit stuk toch wel wat heldere uiteenzetting willen hebben. Wat u bedoelt onder goede aansluitingen en wat de goede aansluitingen zijn. Ik zal u bijvoorbeeld een voorbeeld of een vraag stel ik u, dat bijvoorbeeld als je werkt op het industrieterrein en je werkt helemaal op het industrieterrein achter de watertoren, et cetera, en je hebt personeel in dienst, hoe komen die in vredesnaam met openbaar vervoer bij dat soort locaties? Dus ik zou toch erg graag willen zien dat u ook eens een onderzoek deed onder werkgevers met van grote bedrijven van hoe makkelijk kunnen hun medewerkers met het openbaar vervoer daar komen. En dat u daar een plan voor ontwikkelt. Mag ik... Mag ik even een interruptie doen in de richting via u aan de heer Pals? Een korte interruptie. Ja, nou, er hoeft geen onderzoek. U pakt morgen de fiets in, u pakt even op het bedrijventerrein en u probeert even wat langer dan 5 minuten in. Gaat u verder, meneer Pals. Ik toch even antwoord op meneer Maasing. Het is een beleidsplan voor 2030, dus ik neem aan dat het ook een beetje sharp wordt geformuleerd. Hoe staat het met de OV-bereikbaarheid bij industrieterreinen, dat soort dingen. Nou, en misschien dat kan de suggestie er wel, hè? Dat is ook mijn bedoeling, meneer Maasing. Mooi dat u mijn strategie door heeft. Ja, dank u. Nogmaals, ik mis ook een beetje het experimenteren met nieuwe vormen van vervoer, kleinschalige vervoer. Bijvoorbeeld, in Scheemda is bijvoorbeeld dat ding is nu operationeel tussen de parkeerplaatsen naar het ziekenhuis, het zelfrijdend vervoer, et cetera. Ik weet dat het is toekomst, maar het kan in 2030 wel al actueel zijn. En ik denk dat er in Stadskanaal best plaatsen aanmerkbaar zijn. Ik bijvoorbeeld de verbinding tussen Maasheer en het centrum is ten ene male hartstikke slecht. Mensen kunnen eigenlijk vanuit het Maasheer die wat slechte been zijn eigenlijk niet met normaal vervoer of met zelfstandig vervoer naar het centrum komen. Dus ik hoop dat u ook daar aandacht aan gaat besteden voor de komende tijden. Tot zover mijn bijdrage. Dank u wel. Ik denk dat meneer Biesen nu graag wil, maar aan u het woord, meneer Biesen. Ja, ik zit naast de heer Pals. Hè. Dank u wel, voorzitter. Vanuit onze visie ligt er een goed plan. Ik denk dat we in een fase zitten in Nederland dat er heel veel dingen gaan gebeuren in de toekomst waar wij tot en met 2030 nog helemaal geen zicht op hebben. De ontwikkelingen gaan dermate snel, ook op technisch gebied, dat we misschien over een aantal jaren al moeten constateren dat we eventueel dingen moeten gaan aanpassen. Wat ik de belangrijkste conclusie uit het rapport zit, dat er een trek is dat er een aantal maatregelen genomen moeten worden, dat de verkeersveiligheid omhoog moet. Ik ken de stand van zaken rond het toenemen van het aantal ongelukken met letsel en met dodelijke afloop. En dat moeten we zeker naar beneden zien te brengen, zeker ook gezien het intensiveren van het verkeer in het algemeen. En ook van de toename van, de snelheid van het verkeer in het algemeen. Want we rijden allemaal te hard. Ik ook. Dat geef ik best toe. Als ik s'avonds om 11 uur vanaf Onstwedde naar Stadskanaal rijd, dan rijd ik echt geen 60. Maar ook geen 130, moet ik u zeggen. U mag daar 80, hoor. Maar wat? Nee, ook geen 120. Oh, je mag naar 80. Nou ja, ik rijd dus 80. Goed, hè? Ja. Voorzitter, verkeersveiligheid is belangrijk.
En er zijn al jaren een aantal knelpunten in Stadskanaal. De Kruisstraat komt regelmatig in deze raad voorbij. De IJzeren Klap, idem dito. Als je naar Stadskanaal Noord rijdt, dan is het ook gevaarlijk bij slecht weer. Beleining die niet meer zichtbaar is. Die prachtig mooie borders waar al die mooie bomen in staan. Die volgens mij bijzonder gevaarlijk zijn voor mensen die hier niet bekend zijn. Die borders die niet verlicht zijn. Ik noem maar even de Handelstraat. Waar wegen op uitlopen. Als je daar de Handelstraat op moet rijden, dan staat er aan de linkerkant een geparkeerde auto en aan de rechterkant een geparkeerde auto. En dan heb je totaal geen zicht op hoe je de weg op moet rijden. Volgens mij, maar dat is mijn mening, heel snel op te lossen door gewoon een stuk vrije ruimte te creëren en een goed uitzicht te creëren om die Handelstraat op te komen. En misschien is dat ook bij de Poststraat en zo of zo. Dat zijn heel snel maatregelen om ongelukken te vermijden. Ik denk dat u een aantal goede punten noemt. Daar zijn wij het ook best mee eens. Qua uitvoering zien we dan wel waar u mee komt. Maar het is goed om risico's te bepalen en daar op te acteren. En volgens mij, dat heb ik net genoemd, op een aantal punten kunt u daar heel snel maatregelen voor gaan nemen. En ik zou daar niet mee wachten tot 2030. Dank u. Dank u wel. Meneer Iderma, SP. Oh, sorry. Ja, mevrouw Luiken. Ook van de SP. Dank u wel, voorzitter. Toevallig ook van de SP. Ook weer wat mij ontzettend verbaast is dat er altijd vaak gesproken wordt over het gevoel van onveiligheid. Nou, dat gevoel komt wel ergens vandaan en de plaatjes wijzen ook uit dat de plekken waar het gevoel van onveiligheid is ook vaker een ongeluk gebeurt. Dus zeker eerste mond, erg bekend, vorige week nog een kindje aangereden. Daar gebeurt regelmatig wat. IJzeren Klap, noem maar op, het kruispunt Badstraat. SP heeft in het verleden regelmatig actie gevoerd voor de veiligheid. Er is nooit iets mee gedaan vanuit de gemeente trouwens. Wat me ook verbaast voor de voetgangers. Het is als je de NAVO-laan, als je over moet steken vanuit de Hagenbuurt naar de apotheek, moet je wel een hele drukke weg oversteken. Waarom is er niet gewoon een zebrapad? Kruisstraat, Musselkanaal, precies hetzelfde. Er mag daar 50 gereden worden. Wonen heel veel bejaarden daar in die wijk, aan beide kanten van de Kruisstraat. Aan de ene kant zijn de winkels en aan de andere kant is de dokterspost. Er staan regelmatig oude mensjes met de rollator een hele poos te wachten tot ze een keertje voor hun gevoel veilig kunnen oversteken. Wij hebben aangevraagd eerder al, waarom mag daar 50 gereden worden? Wanneer je een kruispunt nadert, maak daarvan dat er 30 gereden mag worden. En natuurlijk weet ik wel dat mensen toch te hard rijden, want dat wijzen de cijfers dan wel weer uit. Maar dan denk ik van, ja, als je 50 mag, dan rijden ze 60. Als je 30 mag, dan rijden ze misschien 50. Er moet echt wat gebeuren. Het is niet alleen maar gewoon een gevoel. Het is gewoon onveilig op heel veel plekken. Tot zover. Dank u wel, mevrouw Luiken. Meneer Mellies, lokaal betrokken. Ja, dank u wel, voorzitter. Twee vragen. Je laat me beginnen toch even met de web-enquête. Meneer Van Heijden heeft ook al gerefereerd. Het viel ons toch wel een beetje tegen. Er zijn 400 mensen geweest die knelpunten hebben aangegeven. En op 32.000 inwoners vind ik dat vrij weinig. Hoe moet je dat duiden? Kan het zijn dat er misschien te weinig rugbaarheid aan gegeven wordt? Of misschien zijn mensen best wel heel tevreden over de verkeersveiligheid, de Stadskanaal. Dat er maar 400 mensen gereageerd hebben, die ook echt wat klachten hadden. Als dat zo is, dan doen we het niet eens zo verkeerd, denk ik, hier in de Stadskanaal. Als je kijkt naar de plaatjes, ik moet zeggen, de verschillende plaatjes. Het is niet zo dat er heel veel bolletjes op één kruispunt gepositioneerd zijn, dus het is wel gespreid. Op zich doen we dat ook niet echt verkeerd mee. Qua fietsveiligheid, dan kan dat beter, maar we weten ook dat wij hier in het centrum druk bezig zijn met een centrumverkeersplan, waarbij de fietspaden en de voetpaden vrijliggend worden gemaakt. Dus ik denk dat dat ook een behoorlijke stap voorwaarts is.
Voor wat betreft de eerste vraag, voorzitter, proactief beleid van risicogestuurde aanpak. Ja, ik denk dat je beter kunt voorkomen dan genezen. Alleen rijst me wel gelijk de vraag van hoe dan? Vorig jaar is het strategisch vervoer, strategisch plan voor verkeersveiligheid 2030 naar de Kamer gestuurd in december. Dat is vrij kort geleden. En daar wordt nog gewacht gemaakt. Ik lees even een stukje op uit de bijlage die daarbij bij zit. Dat het strategisch plan de basis moet leggen de komende jaren voor risicogestuurd aanpak. En dat het nog verder uitgewerkt moet worden. Nou, als zij daar in de Tweede Kamer nog moeten uitwerken, in hoeverre kunnen wij dan al binnen het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan daarmee werken? Dus ik vraag me toch af, wat zijn de objectieve maatstaven waarop wij dus gaan reageren op knelpunten die door inwoners als onveilig worden ervaren? En dan noem ik even het voorbeeld Eerst Eekslomond, Eeksleeuwweg, Sluiskade. Vorig jaar december hebben we daar vragen over gesteld. Vorige week, dinsdag volgens mij, of maandag, is er weer een fietsertje over het hoofd gezien die daar op het fietspad reed. Dat is zo'n voorbeeld, dat wordt niet altijd geregistreerd, maar dat wordt wel als onveilig ervaren. En in welke objectieve maatstaven gaan wij dan hanteren om toch te zorgen dat wij daar in de toekomst geen letselongevallen krijgen, dat we daar iets aan gaan doen? Dus hoe dan? Dat is toch wel de vraag in dit geheel. Qua genoemde doelstellingen per koerslijn, ik heb een aantal even aangestreept. Ik begin even met het Stadskanaal Werk Duurzaam. Daar wordt het laatste bolletje gewacht gemaakt van het aspect duurzaamheid meenemen en afweging voor weginrichting en kruispuntvormgeving. Nou zijn wij dus bezig met het eerste viertonde, om daar een roodtonde van te maken. En op internet wordt er dan wel eens opmerking gemaakt via Facebook van kapitaalvernietiging. Eerst heel veel geld pompen in die viertondes en dan moeten de roodtondes komen. Nou goed, het is al 14, 16 jaar geleden dat die kringen daar gekomen zijn. Wat is eigenlijk de gemiddelde leeftijd van een roodtonde? Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Qua Stadskanaal Leeft, daar wordt aandacht gevraagd voor recreatie en toerisme, gemeente breed. Dat is ook een punt in ons verkiezingsprogramma. We zien om ons heen in de gemeente Borgo, Doornhunzen, A, Westerwolde, Pekela, Veendam, prachtige fietsroutes die men kan fietsen. Zoek het maar even op het internet. Behalve Stadskanaal wordt daarin bijna niet genoemd. En het zou zo mooi zijn als wij ook in dit plan wat meer rugbaarheid zouden geven aan opstapplaatsen of afstappunten, fietsroutes die ook langs Stadskanaal en Musselkanaal komen. Dat gezegd hebbende kom ik bij het laatste punt, Stadskanaal pakt aan. En dan hebben we het even over de reactivering treinverbinding Stadskanaal Veendam en de treinverbinding Stadskanaal Emmen mogelijk. En het vervoersknooppunt bij het treinstation. Wij hebben in de agendacommissie dit punt ter agendering aangevraagd. We wachten nog even op de besluitvorming op 29 mei in de Staten. Maar de keuze van de locatie aan de stationslaan, was het straat? Laan, hè? Laan. Als ik kijk wat daar mogelijk is qua voetgangers. Het is een beetje rumoerig hier rechts van mij. Wat er mogelijk is qua busvervoer en naar het station, verkeer, ander verkeer, fietsers en voetgangers. Dan ben ik wel heel erg benieuwd hoe daar vorm aan gegeven wordt in het verkeers- en vervoersplan. Want het lijkt me wel een beetje nauw daar op die plek. Dus, maar goed, dat is een puntje die wij van belang vinden. En hier wil ik het eigenlijk wel bij laten, voorzitter. Dank u wel. Meneer Hofstra, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Er worden een tweetal vragen gesteld. Het productief beleid en de koerslijnen, de drie koerslijnen. Productief beleid van risicogestuurde aanpak. De vraag die wij daarbij hebben is, hoe komt het subjectieve, het gevoel van onveiligheid daarin tot uiting? Want zo'n SPI is natuurlijk wat anders dan het subjectieve gevoel van veiligheid. En wat is de relatie daar dan tussen? Ik denk dat meneer Mellies eigenlijk een soortgelijke vraag stelde. Een paar verkeerssituaties die zijn ook expliciet genoemd. Ik wil hier nog een keer weer expliciet situatie rond de Eekslowerweg noemen.
Dat is al, nou, ik mag wel zeggen, al jaren geleden dat voor het eerst, ik geloof dat het de heer Gelling en mijn oud-fractiegenoten mevrouw Kroon waren die daar al aandacht voor hebben gevraagd. Concreet is daar nog nooit wat aan gedaan en we hebben ook al een antwoord gekregen van we wachten GVVP af. Nu hebben we de verkenning van GVVP, maar wij hebben het wel behoefte aan om dit kruispunt daarin naar voren te trekken. En om hier op korte termijn wat aan te doen, ook al is het maar bijvoorbeeld het voorlopig plaatsen van stopborden. Wij overwegen hiervoor ook om in een latere vergadering met een motie te komen. Dat voor wat betreft de risicogestuurde aanpak. Dan de drie koerslijnen, de doelstellingen. We hebben hier een korte discussie gehad over de duurzaamheid in het vervoer. Er worden hier een aantal maatregelen ook genoemd. De vraag die bij ons dan wel leeft is, wat betekent dat nou concreet? We beseffen dat dit nog maar een verkenning is, dus wellicht komt dat in de verdere besluitvorming in de derde en vierde fase weer terug. Meneer Maasing die noemde het ook al, hè? Wat gaan we bijvoorbeeld doen met banden, geloof ik, dat meneer Maasing vroeg. Fijnstof, ja, en de fijnstof in relatie tot bijvoorbeeld verstuiving die we laatst hadden, hè? Dat levert natuurlijk ook veel fijnstof op. Dus dat is wel een afwegen waard. Ik vond ook dat meneer Tasma daarin ook een interessante afwegingskader stelde. Wat is dan belangrijker? Duurzaamheid, veiligheid. Die kunnen soms met elkaar in strijd zijn. Het punt van Stadskanaal leeft. Nou, we hebben duidelijk de centrumvernieuwing Stadskanaal-Musselkanaal op het programma staan. Aandacht voor verkeerssituatie in kleine woonkernen. Daar ben ik het natuurlijk helemaal mee eens. Maar lastig is natuurlijk wel dat we daar weinig gegevens hebben van de kleine woonkernen. We hebben eigenlijk geen ongevalgegevens en we hebben eigenlijk ook geen enquêtegegevens. Dus hoe kunnen wij die verkeerssituatie in de kleine woonkernen dan, hoe weten we wat er speelt en hoe kunnen we dat dan aanpakken? Dat mis ik nog. Bij het punt Stadskanaal pakt aan, veiligheid en bereikbaarheid. Ja, wat we hier heel erg voor ons heel erg uitsprong, dat is eigenlijk ook al even genoemd, dat is de voorrang van fietsers en voetgangers op rotondes binnen bebouwde kom. Als wij nu zeggen van wij onderschrijven de koerslijnen en de punten daarbij, gaan wij dan ook al akkoord met voorrang van fietsers en voetgangers op rotondes. Want ik denk dat we daar nog een uitgebreidere discussie over moeten hebben. En dat zal dan, denk ik, bij de besluitvorming terechtkomen. Dus graag een indicatie wat de wethouder verwacht van ons qua richtinggevende uitspraak daaromtrent. Verder wil ik bij Stadskanaalpact aan nog speciale aandacht vragen voor de toegankelijkheidseisen voor minder verlieden. We hebben het hier in het verleden uitgebreid over gehad. Ook wel eens vanuit een partijlijn ook wel eens een onderzoek gedaan. En ik geloof dat er ook wel eens een onderzoek binnen de gemeente is geweest. En minder verlieden, dat hoeven natuurlijk niet mensen in een rolstoel of mensen in een scootmobiel te zijn. Maar dat kunnen ook bijvoorbeeld visueel gehandicapten zijn. Tot zover, voorzitter, mijn opmerkingen, CQ-vragen. Dank u wel, meneer Hofstra. Meneer Klapstra, VVD. Voorzitter, dank u wel. De uitgangspunten zoals we die geformuleerd zien zijn wat de VVD betreft ja, meer dan uitstekend. Wat mij wel opvalt is dat ze heel veel zien op infrastructuur en verkeersveiligheid handhaven en daarin voorzien bestaat, voor zover ik mij nog herinner uit een vroegere bestuursrol, uit drie pijlers. Dat is infrastructuur, handhaving en voorlichting. En ik zie heel veel hier over de infrastructuur, prima, niets mis mee. Wat ik eigenlijk een beetje mis, is voorlichting, bijvoorbeeld de rol van Veilig Verkeer Nederland daarin, en handhaving. En dan wil ik terug naar het vorige onderwerp wat we hier hadden, waar integrale aanpak bij de diverse stakeholders aan één tafel aan de orde was. Zou de wethouder zich daarover uit kunnen laten of dat hier ook een rol gaat spelen en of niet enkel en alleen wordt stilgestaan bij de infrastructuur, maar ook bij de andere varianten die bijdragen aan verkeersveiligheid. Een tweede opmerking, zou het ook zinvol zijn om al deze technische bevindingen eens te bespreken met een verkeerspsycholoog. Kees Wildervank is een hele bekende in onze provincie.
Maar die zouden ongetwijfeld iets kunnen zeggen over veiligheidsbeleving en werkelijke onveiligheid. De derde opmerking die ik zou willen maken is, ik maak mij grote zorgen over het weren van diesels in Stadskanaal. Ik weet niet precies waarom, maar dat is een grote zorg die ik wil uiten op dit moment. Dank u wel. Dank u wel, meneer Klapstra. Meneer Tamsma, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. De eerste vraag, kunt u zich vinden in het proactief beleid van risicogestuurde aanpak? En eigenlijk heel simpel gezegd, van, het klinkt ons zo logisch dat we eigenlijk zeggen van waarom hebben wij dat niet eerder gedaan? Dan vervolgens het tweede punt, de koerslijnen. En wat daar opvalt is dat een aantal punten, en dat krijg je als die koerslijnen in elkaar overlopen, dat een aantal punten op een aantal plekken staat. Als je kijkt naar het OV, dan kom je dat bij alle drie weer tegen. Oftewel, als je kijkt naar Stadskanaal werkt duurzaam, dan staat er een rijtje en dan denk je, ja, daar zou eigenlijk een goed op elkaar aansluitend OV bij moeten. Ja, die kom je verderop tegen. Daar zou eigenlijk ook bij moeten een plan voor de ruimte en de plek voor het nieuwe stationsgebied. Hoe ga je dat inrichten? Kan je dat allemaal voldoende inrichten qua parkeerplek en dergelijke? Ja, dat staat ook ergens verderop. Is het misschien toch niet handig om dat allemaal toch een beetje bij elkaar te clusteren? Vervolgens hebben wij Stadskanaal Leeft. Dan staat er een aantal punten van voldoende voorzieningen die aansluiten bij behoeften. Dan denk ik, ja, dat is een hele algemene kreet, daar kun je alle kanten mee op. Vervolgens staat er een kwaliteitsimpuls van het centrum Stadskanaal, van centrum Musselkanaal. Dan denk ik, ja, daar is verkeer een onderdeel van, zonder meer. Alleen het komt een beetje omgekeerd over. Wij willen het centrum een impuls geven en het verkeer moet het doen. Of zo leest het tenminste op dit moment. De aandacht voor de verkeerssituatie in de kleine woonkernen werd al genoemd. Dus inderdaad voor ons ook de vraag van hoe zien wij dit terug? En dan hebben wij Stadskanaal pakt aan. We zeiden al de uniforme structuur, daar heeft u al een antwoord op gegeven. Ik miste eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, bij de heer Hofstra een punt van om toch weer de N374 ook weer autoweg te maken, wat die ooit was. En ook hier weer de punten van het OV die hier wel weer staan, inderdaad voor een deel, om die toch inderdaad samen te voeren. Dank u wel. Even voor mijn beeld, de N374, welke weg hebben we het dan over? Van Stadskanaal de Borgen. Oké. Okay. En dan ook alleen voor de duidelijkheid dat stuk. Oké, dank u wel. Goed, het woord is aan de portefeuillehouder, mevrouw Brongers. Ja, dank u wel, voorzitter. Mag ik een beetje rust in de staal, een beetje stil, want anders is het niet te verstaan. Communicatieve verkeersdrukte aan het eind bijna van deze avond. Ik zal trachten op uw opmerkingen te reageren. In ieder geval ervaar ik door beluistering van de verschillende fracties instemming met de risicogestuurde aanpak, zoals wij hebben gevraagd. Het CDA, daar maar even beginnen, zo het rondje afmakend, die stelt een vraag over hoe zit het nu eigenlijk precies met de duurzaamheid en de oplaadpalen, hoe gaat dat in zijn werk. Ook de vraag gesteld over aantallen laadpalen eventueel. En ik delegeer deze vraag even naar mijn buurman die getalsmatig in dit geval daar iets meer van op de hoogte is dan ik op dit moment. Voorzitter, met uw goedvinden. Over de laadpalen, daar heeft een aanbesteding plaatsgevonden van de twee provincies Drenthe en Groningen en de gemeente daarin op van 1000 elektrische laadpalen. Zijn gesubsidieerd
En de aanbesteding heeft plaatsgevonden en de gunning is volgens mij 2 weken geleden is dat geweest. En de bedoeling is dat op strategische locaties een aantal laadpalen worden neergezet. In onze gemeente ook een aantal op strategische locaties. En dan moet u vooral denken aan een centrum bijvoorbeeld, bijvoorbeeld of een pagencentrum. Met dat soort locaties worden een aantal palen neergezet. En de rest van de palen is het beleid dat de paal volgt de auto zodra er een aanvraag komt in een woonwijk. En de aanvraag voldoet aan een aantal criteria, dan wordt daar een paal geplaatst. Het is niet zo dat een paal in een woonwijk bij iemand voor de deur wordt neergezet die aanvraagt. Want dan creëren vorm van een individuele parkeerplaats. Dat is niet de bedoeling. Het gebeurt wel onder een aantal voorwaarden. Maar het is namelijk zo, als er een aanvraag komt, dan kan er ook een paal geplaatst worden, mits die aan een aantal voorwaarden voldoet. Dank u wel voor deze beantwoording. D66 zegt van tot 2030, dat duurt eigenlijk nog wel een hele poos. En als we het hebben over de treinverbinding naar Emmen of het bepalen van vervoersknooppunt, ook een andere fractie had daar nog over. Dit zijn natuurlijk separate besluitvormingsmomenten in uw raad en maken in die zin qua doelstelling onderdeel uit van het GVVP. Maar het besluitvormingstraject wordt separaat gedaan omdat het een specifiek onderdeel is van uit het vervoer gezien. U noemt ook nog, meneer Pauls, relatie met buurgemeenten, als het bijvoorbeeld gaat om de snelfietsroute enzovoort. Ons GVVP bespreken wij ook met onze buurgemeente. Aan de andere kant, dat gaat vice versa. Dat is met dit soort grote nota's gebruikelijk om als buurgemeente dit soort gegevens ook met elkaar te delen. Want een weg houdt niet op bij de provinciegrens en een fietspad houdt ook niet op bij de provinciegrens. Experimenteren met andere vormen van vervoer. Uiteraard wordt er rekening mee gehouden. De speed pedelec, zeg ik dat goed, nieuwe, hoe noem je dat? Technieken leiden tot andere verkeersgebruikers, zeg maar, en uiteraard is dat een onderdeel van de verdere uitwerking. GBS zegt van inderdaad ook op zich een goed plan, ontwikkeling gaat snel, neem dat ook mee. U refereert ook nog aan, u noemde een aantal voorbeelden, hè? Locaties, specifieke locaties, vindt dat belangrijk, wacht daar niet al te lang mee. Uiteraard is dat belangrijk en toch blijft het een afweging tussen direct actie ondernemen of infrastructurele maatregelen treffen. En ik kijk ook gelijk even naar de heer Hofstra en uitgaande van de risicogestuurde aanpak. Ik hoor bij u allen ook de discussie van wat is nu het gevoel en hoe kunnen wij dat nu beter objectiveren. Daarvoor gaan we dus met de SPI's, de Engelse benaming, aan de gang. Dat doen wij zowel samen met de provincie, om dat goed vorm en inhoud te geven. En dat moet leiden tot die knelpunten in onze gemeente, zowel op basis van gevoel als op basis van infrastructuur, als op basis van wellicht nog meer gegeven. Waaruit komt dat maatregelen nodig zijn. De SP noemt ook een aantal voorbeelden, hè, in specifieke zin, met name ook in Musselknaal. Nou, daar heb ik denk ik net op gereageerd. Lokaal betrokken zegt van is eigenlijk wel jammer een beetje van die web-enquête, hè, een beetje weinig reacties. Misschien zijn ze ook wel tevreden. Ja, dat is lastig te beoordelen. Als je het hebt over, even kijken hoor, wat u nog meer, de fietsroutes in recreatieve en toeristische zin. Hè? Nou, kijk ook even naar onze buurgemeente die echt daar meer wellicht PR enzovoort voor hebben qua marketing.
dan wij dat in onze gemeente hebben. Marketing en hoe wij onze gemeente recreatief en toeristisch op de kaart zetten, is zeker een onderdeel die ook wat ons betreft, als college, mijn collega Portofoil zit achter in de zaal, en is het hoop ik met mij eens als ik zeg dat wij daar best iets meer aandacht voor mogen hebben. Trein- en vervoerknooppunt inderdaad op een later moment ter besluitvorming al hier. Centrumvernieuwing, kom ik bij de Partij van de Arbeid. Zo van, ja, hoe beoordeelt u dat nu? Hè? Want betekent dat dan dat de gegevens uit de enquête die we niet hebben, hoe gaat u daar dan mee om? Wij hebben natuurlijk, wij krijgen wel meldingen, ook al komen die gegevens niet uit de enquête, maar er komen wel hier en daar, of in ieder geval regelmatig meldingen binnen, die wij ook op in meritus beoordelen. Bijvoorbeeld met onze partners die ik al eerder genoemd heb in het structurele overleg daarover. Zo van wat is hierin belangrijk en wat moeten wij daar aan doen, eventueel. De VVD zegt de infrastructuur, de handhaving en de voorlichting zijn wat ons betreft drie pijlers waarop verkeersveiligheid is gebaseerd. Ik zie weinig terug over voorlichting bijvoorbeeld in dit onderdeel. Educatie is altijd belangrijk. Wij maken daar ook jaarlijks afspraken over. En ik zou even moeten bekijken of wij dat in dit onderdeel dat wat explicieter kunnen verwoorden. U zegt ook van ga eens in overleg met de psycholoog, een verkeerspsycholoog. Over het algemeen is zo, als wij symposia, zeg maar, of congressen bezoeken over verkeersveiligheid, thema's die ertoe doen in het kader van dit onderwerp, dan is een verkeerspsycholoog, maakt vaak deel uit van de spreker. Dus op die manier halen wij ook kennis daaromtrent binnen. De ChristenUnie zegt van, ik maak maar even een vertaalslag, een beetje een open deur van waarom komt u hier eigenlijk niet eerder mee. Dat is uitgelegd in het kader van de herindeling en de situatie en onze vroegere structuurvisie, dat het even op zich heeft laten wachten. En kunt u nog eens kijken naar de omschrijving van de koerslijnen, want valt daar misschien iets beter nog te clusteren. Nou, ik denk dat wij dat nog even kritisch na kunnen kijken. En uw laatste vraag was, hoe zit het nou met het centrum en verkeer? Gaat het alleen om het centrum dan en moet het verkeer het dan doen? Nou, ik denk dat dat ermee te maken heeft dat in onze centra, en dan heb ik even over de twee grootste centrum, Stadskanaal en Musselkanaal, dat daar over het algemeen gewoon de meeste verkeersgebruikers aanwezig zijn. Want in de kernen en zeker ook in de landelijke gebieden zijn de verkeersbewegingen gewoon minder. Volgens mij, voorzitter, heb ik dan de meeste vragen beantwoord, dan wel gereageerd op overige inbreng. Dank u wel. Zijn er nog prangende vragen? Meneer Hofstra, meneer Pals en meneer Tamsma. Meneer Hofstra. Dank u wel, voorzitter. Ik had een vraag gesteld over de kwestie van voorrang van fietsers en voetgangers op rotondes binnen de bebouwde kom. Wat verwacht de portefeuillehouder hier precies van ons? Dat wij daar nu een uitspraak over doen of dat wij later in de vierde fase waarbij het echt besluitvorming voor ligt dat nog kunnen doen? Een tweede was, ik denk dat de portefeuillehouder het over de buitendorpen had, maar ze noemden bij de meldingen noemden ze het centrumplan. En ik had vragen gesteld over de buitendorpen, hoe we daar dan mee omgaan met omdat wij daarvan geen officiële cijfers hebben. Geen ongevalstatistiek en geen enquêtecijfers. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Pals. Ja, ik had nog een vraag gesteld over een onderzoekje over bereikbaarheid bedrijven. Met het openbaar vervoer door
werknemers. In onze gemeente en of dat verbeterd kan worden. Ja, klopt. Meneer Tamsma. Nou, ik wil toch even in ieder geval een misverstand wegnemen, want ik kreeg een beetje de indruk van de wethouder dat ze zich een beetje aangevallen voelt. De risicogestuurde aanpak klinkt voor ons zo logisch dat die überhaupt niet eerder verzonnen is. En niet zozeer hier, maar gewoon in het algemeen. Okay. Dat even voor de duidelijkheid. Meneer Hofstra merkte al op van inderdaad over de kleine kernen. Die hadden wij nog staan. En inderdaad, als je kijkt naar het OV, is er dan inderdaad ook gewoon één algemene doelstelling te maken van om inderdaad een goed bereikbaar OV te maken. Zeg maar inderdaad waar het stationsgebied onderdeel van is, maar ook het totale OV. Dank u wel. Mevrouw Brongers. Ik begin even bij de heer Hofstra. En misschien kan meneer Enzing mij even aanvullen. Ik heb het hier ook staan. Ik noemde inderdaad de centrumvernieuwing. Maar in algemene zin geldt dat natuurlijk ook voor de kleinere kernen. Waar weinig gereageerd is op de enquête, hebben wij wel de meldingen waar wij gegevens uit kunnen halen. Is dat voldoende antwoord op uw vraag? Ja, de meldingen blijven dan als enige bron over, volgens mij. Dus ja, dat is het antwoord. Naast de meldingen hebben wij natuurlijk onze reguliere overleggen met wijken en dorpsbelangen. En verkeersveiligheid is daar vrijwel altijd een onderdeel van de agenda, waarin ook specifieke locaties in wijken en kernen worden besproken. Dat even naast de meldingen. De voorrang van de fietsers op de rotonde is opgenomen als doelstelling. Neemt u daar nu een besluit over? In die zin dat u het eens bent met de doelstelling. Hoe de verdere uitvoering eruit komt te zien, dat wordt uiteraard nog weer met u besproken. Ik dacht dat in november ook op de lange termijn agenda dit onderwerp opnieuw wordt geagendeerd. Dat klopt, hè? In november... het openbaar vervoer door werknemers. Hè? Hoe kunnen werknemers van het industrieterrein naar een dichtstbijzijnde locatie of in ieder geval goed gebruik maken van het OV? Het openbaar vervoer is in die zin ook een specifiek onderdeel van het hele grote GVVP. Wij maken daarin jaarlijks afspraken. Wat gaat goed, wat kan beter en ook uiteraard wat kost het? Dat geldt ook voor de toegankelijkheid van openbaar vervoer, dus zowel fysiek als ook op bepaalde locaties. En ik begreep net dat er in het verleden alles een onderzoek is geweest in dit kader. Mag ik jou daar nog even, voorzitter, met uw goedvinden het woord overgeven? Ja. Mag als u zelf even de microfoon uitdoet, dan schalmt het heel erg. Dat klopt. Daar hebben in het verleden alles onderzoeken naar gedaan. Maar ik moet even een belangrijk onderscheid maken van het OV over de langere afstand of op de korte afstanden. Op de korte afstanden is vaak hier binnen de plaats zelf en heeft men eigen vervoer. Is men niet afhankelijk van het openbaar vervoer. Maar als het over langere afstanden gaat en die meldingen komen er ook wel bij ons. Mensen die bijvoorbeeld richting Groningen willen wonen en hier willen werken. En die behoefte hebben aan een goede vorm van openbaar vervoer. Nu is het zo dat je hier ergens op een busstation uitstapt en het laatste stukje nog naar een bedrijf moet verplaatsen. En dat die kosten zijn dermate dat daar geen voorziening voor aanwezig is. Dus een bedrijf kan dat bijvoorbeeld zelf organiseren of wij kunnen in het kader van het GVP met de bedrijven daar kijken, een onderzoekje gaan doen. Hoe kan je dat oplossen? Het mooiste zou zijn dat je een treinstation hebt, zeg maar, en daar over de langere afstanden het openbaar vervoer plaats laat vinden. Voorzitter. Ja, meneer Paals. Nou ja, kijk, ik vind het frappant uw antwoord hoor, dat men ervan uitgaat dat men eigen vervoer heeft. Maar ik denk dat het eigen vervoer steeds meer afneemt, zeker onder jongeren, omdat het te duur is, et cetera.
En we hebben natuurlijk best wel grote bedrijven waar heel veel mensen werken. WDK, ik hoef ze hier allemaal niet op te noemen. Dus in die zin denk ik, misschien is dat een motie waard de komende tijd. We wachten november af. Wat zegt u? We wachten november af waar u mee komt. Ja, dank je. Nee, er was ook geen vraag. Dit was de beantwoording. Voorzitter. Het is mij toch nog niet helemaal duidelijk. Over de voorrang voor voetgangers en fietsers op rotondes. U zegt, we geven die intentie aan en we komen later terug voor de uitvoering. Wat ons betreft blijft de vraag ook, wordt de vraag pas in november beantwoord of we dat überhaupt willen. Of wij fietsers en voetgangers voorrang willen geven op rotondes. Voorzitter. Meneer Biezen. Mag ik daar even op reageren? Want die discussie bevreemdt mij een beetje namelijk. Ja, mij ook, want dit is een openierende vergadering. En volgens mij is dat iets ter besluitvorming in november op de agenda. En dan nemen we dan op dat moment het besluit. En op dit moment hebben we dit meegegeven aan het college. Nee, maar het college gaat hiermee wel op pad en gaat in het beleidsstuk dat schrijven. Nee, voorzitter, maar dat wilde ik niet zeggen, dat zegt u. Ik heb even een ander punt, want ik begrijp dat de heer Hostra met die voorrangssituatie op rotonde zit. Hè? Maar volgens mij hebben wij bij de centrumvernieuwing, en dan kijk ik even richting wethouder en meneer Enzing, besloten dat fietsers voorrang krijgen bij de nieuwe rotondes die gebouwd worden. Dus ik neem te aan, als wij een beleid inzetten bij een centrumvernieuwing, dat wij fietsers en voetgangers voorrang op rotondes geven. Dat we dat straks op alle rotondes zullen gaan doen. In het centrumplan is dat besloten. Dat is dus even de vraag. Kunt u daarop antwoorden? Wij hebben in het verkeersstructuurcentrum inderdaad besloten samen met u dat de fietsers op de rotondes, op de nieuwe rotondes, voorrang krijgen. Dat besluit is genomen mede op basis van adviezen van ook de Fietsersbond. In de landen is er nog veel discussie over of dat nu inderdaad wel of niet zo verstandig zou zijn. Wij hebben bij dat besluit toen van het centrum gezegd van dit zijn de eerste rotondes waarin dat plaatsvindt. Bij de verdere wijzigingen in de infrastructuur in onze gemeente zullen wij bekijken of dat op elke rotonde nodig dan wenselijk enzovoort is. Dat heeft ook te maken met de kosten die dat met zich meebrengt uiteraard. Maar de aanpassingen in het centrum, dus fietsers voorrang op de rotonde, is inderdaad zo dat wij daar in het centrum mee zijn gestart. Met het idee dat het uiteindelijk in de hele gemeente het geval zal zijn, maar in welke mate en met welke snelheid en waar precies het eerst en waar precies het laatst, daar kan ik nu nog geen uitspraken over doen. Dus blijft overeind, meneer Hofstra, ik hoop dat ik u dat duidelijk kan maken, dat de doelstelling is van onze gemeente op basis van alle adviezen en in het belang van de veiligheid, vooral voor de fietsers, om de fietsers op de rotondes voorrang te geven. En dat hebben wij als doelstelling opgenomen. Voorzitter. Concreter kan ik het niet maken. Mevrouw Luiken. Op andere rotondes zijn er gewoon fietspaden om de rotonde heen. Ik zie nooit fietsers op rotondes. Sorry hoor. Ja, precies. Het is alleen dat stukje hier, maar voor de rest zie ik nergens. Maar ik kan het misschien rijk ze wel plannen. Voorzitter. Meneer Hofstra. Nee, het antwoord van de portefeuillehouder is mij inmiddels helder. Wij behouden ons die discussie nog voor om die op een later tijdstip te voeren. Prima. Goed, dan denk ik dat we voor dit moment dit agendapunt voldoende besproken hebben. Deze komt ook terug in de raad van november. Staat in de planning. We hopen dat dat ook gehaald wordt. Ik
Ik heb begrepen van de Partij van de Arbeid dat zij voornemens zijn om eventuele motie in te dienen. En ik weet niet of er verder nog raadsleden zijn die voornemens zijn een motie in te dienen. Meneer Pals, ja? Wij, ter zijn tijd horen wij dat. Bedankt alvast. Dan kom ik bij agenda punt 8, de rondvraag. Is er iemand die iets voor de rondvraag heeft? Nee, dank u wel. Dan komen we bij de sluiting. Maar voordat ik tot de sluiting overga, wil ik vragen namens de griffier vragen wie er morgenavond bij het werkbezoek op de kunstenschool aanwezig is. Wil u de vinger omhoog steken? Hoog opsteken, dan kunnen we het in één keer zien op de foto. Ik heb ze. Goed. Dank u wel. Dan wil ik iedereen bedanken voor de aanwezigheid en de inbreng en wel thuis.